watching all by my side. And I just can't control how long the dice is rolled. You made me sell my soul to you. What we should and the low is out.
Yo! Welkom, welkom. Zijn we gewoon weer al 3 dagen achter elkaar. Hey, welkom iedereen, welkom. Even kijken. Ja, we zijn gewoon op dezelfde plek als gisteren, waar we gisteren de stad uit zijn gegaan. Gisteren ook lekkere giveaways gedaan. Dus ja, hopelijk vandaag ook weer. Yo, Skierik, yo, Alem, Xavier. Xavier, ik ga je Nitro nog snel fixen. Ik denk vandaag. Gamer Kevin, Valli, Miranda, Chocolate. We hebben nog meer. Oké, de rest kan ik niet zien. Maar in ieder geval, welkom iedereen. Skierik, weet ik veel. Even kijken. Oké, we gaan even de porto in. Zetten we ons op status 1. Ik hoop dat we zo een... Ja, welke auto willen jullie? Willen jullie een SIF zien? Een Audi A6? Een motor, dus een dirtbike of een zware motor. Of een markt. Dus dan kunnen we de R6, de Volvo of de BMW pakken. Zeg Skierik. Dat kan ook. Ik heb nu de motor als eerste keuze. Jullie was bij mij al een beetje gespannen op morgen. Nou, eigenlijk, het valt wel mee. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk wel dat het goed komt. Maar ja, er zijn natuurlijk al veel mensen die flink gestrest zijn. R6, een markt. Ja? Geen motor. Want vaak willen jullie de motor. Waarom hoor ik? Volgens mij hoor ik niemand. Ik ga even mijn voice aan en uit. Ik werd net ook al gebeld door Henk en ik hoorde Henk ook niet. Dus. Een markt. Ah, ik heb YouTube Premium, dat is geen inkomsten voor jou, Jasper. En voor inkomsten moet je zo 1000 subs hebben en 4000 kijkuren. Dus dat duurt nog even. Even Henk bellen, even kijken. Hoor. Yo! Ah, top, nu hoor ik je wel. Ja, het lag aan mij dus blijkbaar. Ah, jongens, sukkel. Wat is er? Ik wou zeggen, kom in dienst, maar je hebt wel zo in dienst gegaan. Oh. Oké. De ballen. Yo. Yo. Oh. Jezus. 11.32 staat snel. 11.32, welkom. Ja, ik weet ook nog wat. Je bent IBT en surveillance getraind, neem ik aan. Negatief. Sorry? Nog niet. Ja, nog niet. Dan mag jij koppelen aan de... 21.03, Henk wijst. Henk meegekregen? Ja, positief. Een markt. Nou, oké. Iedereen wil een markt? Dan, joe. Tariq. Tijo, ook welkom. Dan doe ik in plaats van de motor de markt neerzetten. Ik dacht, iedereen wil motor, maar blijkbaar niet. Nou, motor en dan... Als eerste keuze motor... Of nee, als eerste keuze een markt, dan motor, dan SIF. Dat ga ik gewoon... Hallo, kan ik mijn voertuig opzetten? Dus hopelijk worden we zo ergens opgezet. Wat is vroeg? Ik ben echt vroeg live. Volgens mij heb ik nog nooit zo vroeg. Ja, vroeg. Tjo, ja, waarom? Iedereen wordt altijd boos. Op de manier waarop ik namen uitspreek, maar... zeg je het zo? Ticho? Of Tizio? Tizo. Tizo, oei. Tering, sorry. Ja, weet ik. Ja. Het was eigenlijk eten. Fijne dag en eten. Wat zijn al die commands, jongen? Chocolate heeft... Echt miljoenen commands, joh. Ik zeg ook geen Jaspero. Ja, veel mensen wel. Jaspero. Dat is interessant. Een stopwoorder. Misschien even uw auto op de stoep. Een beetje haalt voor mij. Ga er even voren. Oh. Godverdikkie. Je krijgt sowieso een wok staan. Nou, we gaan eens kijken wat deze multi laat zien.
We gingen net naar de ANWB, komen we dit weer tegen. Je zult het altijd net weer zien, hè. De ongelukkigste tijden komt het weer nooit. Hey, is dit Jasper? Ik ben zeker. Goeiedag! Hey, kan de bestuurder even zanden luchten? Hoi! Oh nee, ik niet! Ik deed alleen hallo. Met okay. deze. Ja, heb je een rijbewijs voor mij? Die heb ik zeker. Oh, een biertje vandaag. Weet je de reden waarom ik hier staan heb? Ja, we hadden een beetje haast. Rood. Een wat beetje haast door rood. Zij moesten naar 1, een bouwvakkerklus. Jongen, hij is kleurenblind. Even niet zo doen tegen. Waarom krijg ik nou jouw rijbewijs, John? 1277 is het. Dank je voor je rijbewijs. Wacht even, sorry, dit is hier, ik geef hem wel. Ik geef hem wel even hier. Ja, dankjewel. Ja. Kijk eens. Als die. Top, ik ga het even nakijken, 1 seconde. 1191, staat ze nou? 1191, een hele goede middag. Hey. We hadden 2102 op een noodhulpvoertuig. Goeie, Colin. Kabare, grappen. Oranje pakkie. Ja, wat zal ik kabare? Ja, dag. Thuis bezorgd. Niet dan. Hey. En mijn internet ik is ziek traag. Ik hoop dat de stream niet lekker. Ja, hele mail is lopen. Willem! Ja, mijn mail is werkt niet meer. Nice. Ja, ik klop even aan mijn shotgun, man. Oké, okay, zit er prima uit. Laat ik voor die bij een waarschuwing. Dat was al een prank. Ik zet even notitie op je auto. Voor het donkere raam. Ik zet er nog geen walkstatus op. Oh nee. Stel je wordt er. Nou, stel voor morgen weer mee gezien. Dan krijg je wel een walkstatus op. Oké? Okay? Ja, nou, top. Doe de groetjes aan Jens. Je rijbewijs en dan een fijne dag. Zo ik doen. Dank je. Groetjes aan Jens. Meneer, hij stond op mijn auto, hè? Ziet u dit? Meneer, je mag even aanstappen, zodat de zaklamp op je gericht gaat. Bang, jongen. Meneer, mijn auto wordt gestolen. Volgens mij is hij zojuist uitgeduwd. 12, 22. Ja, schoot hij nou? 12, 22, een hele goede middag. Heeft u de IPT-training... Inmiddels werkt hem alvast. Of IPT niet. Werkt hem, loopt hem alvast. Yo, Stefano. Ga ik je nog even koppelen aan de 2102. Ja. Chocolade is ontzettend lekker, moet zeker gegeten. Ja, chocolade zeker niet. En vergeet ik allemaal niet te abonneren, jongens. Ze gaan heel lekker. Moet ik toch even zeggen. Stefano de Civ-rijder. Stefano rijdt altijd in de Civ. Altijd. Mm-mm. 2001, jullie mogen overschakelen naar Amarok. Wat zijn namen? Domme de 01. Ja, klopt. Het is echt een leuke specialisatie. Ja, lekker man. Ik rijd er eigenlijk nooit in. Ik heb op mij 400 kilometer in de SIF. En in de R6 heb ik een paar duizend. Dus ja. Maar welke vind je leuker? De SIF of de R6? Mans uit chocolatje. Hij doet enorm veel voor Jasper en krijgt alleen maar commentaar. Niet lief. Nou, je kan niet eens een poll fixen in de chat. Dat ben ik al zo lang aan het vragen. Oh, het is groen. Misschien ga ik wel eens leven doen als je die polls fixt. Ik denk dat Nybot het niet doet. Zelf dan? Nee, daar ben jij voor. Daar ben jij mod voor. Yo. Dan Densley. Ik hoop dat ik het goed zeg. Waarschijnlijk niet, maar welkom. Ik vind de markt ook leuk. Alleen een beetje gereden op testen. We gaan een specialisatie sowieso halen bij Brigadier. Lekker man. Staat 6. Geen bericht. Bereid je wel voor. Gebeurt hier. Dus ik ga even een locatie sturen. Dus zou je daar eenheden op af kunnen sturen? Ik zou een kleine toelichting geven. Een meneer had zelfmoord gepleegd en nu vervolgens heeft iemand anders de carry speed gebruikt en is meegegaan. Dus onze collega's dat. Oh. Oké, meegekregen. Als je een locatie stuurt, zou ik zelf even een kweekje komen nemen. Ik kan wel veel. Voor eenheden ben je nodig. Ja. Liefst 2, 1 of 2, ja.
Ik denk dat ik word aangestuurd. Locatie is verzonden. Wat ik Sif leuk vind aan de markt, weet ik nog niet. Nou ja, een markttraining is wel echt moeilijk. Dus als je kan, bereid je voor op de tester. Want 0-3 ook die kant op kunnen. Ja, is vernomen. Heeft niemand het gehaald. Dus, ja, bereid je voor. Die is een stuk moeilijker dan de Sif. Dus, ja. Moet ik daarheen of niet? Sta ik hier weer uit de staat? Zeker, ik word nergens op aangestuurd. Ja. Waar zullen we dus heen rijden? Voordat we een melding hebben. Je hebt parcours maar alvast. Ik kan het wel doen. Het is niet geheim ofzo. Als ik het op de kaart kan laten zien, dan doe ik het ook. Ja, het is voor mij ongeveer hetzelfde als de rest. Maar, ja, ik ben een beetje bang dat het groen wordt en dat ik hier sta. Even keren dan. Joost. Even kijken. Hij begint hier. Dan rij je zo. Zo, ik doe het maar één keer. Zo. Helemaal tot het einde. Yo, meneer. Rij zo. Zo. Even kijken. Hallo meneer. Ja, ga je zo, zo. Meneer, ik vind het niet zo aardig dat u me negeert. Zo. Zo. Hallo? Oh nee, nee, wacht, hier moet je dan weer af. En dan moet je zelf de route terug. Hallo? Oké, tot hier. Meneer? Kijk, meta. Ah, het is testserver, dus dat maakt niks uit. Meneer? Hallo? En dan moet je hier nog de remtest doen. Nou, die is ook niet zo actief. Was even bezig. Ja, laat me gewoon even rusten. Ik ruik meta. Ja, wat een kerel. Ik heb een standaard out gedaan. Meneer, meneer. Yo, Ruben Gaming. Ja, we hebben gisteren gewoon 2 giveaways gedaan. Gewoon een nitro giveaway. En een mod giveaway. Was wel leuk op zich. Yo. Wat kunnen we nog meer weggeven? Ja, service supporter wil ik wel weggeven. Alleen, is een beetje duur. Yo, hey. Hey, je bent in de stad. Lang niet gesproken, man. Ja. Wessel Dex ligt hier dood op de grond voor AB. Voor AB? Ja. Oké, kom eraan hoor. Oké, we zitten links zeg maar, op dat kruispunt, weet je wel? Links van het AB op het kruispunt. Jo, is goed. Top, hier. Dit is fucking joh, is weer een probleem. Dus ik heb een giveaway gedaan, maar ik wou dus 2 keer niet weggeven. Die uit tot 7 keer. Oeh, dat heb je nice gedaan. Ik wil dat de 2104 die kant op gaat, richting de noodknop. 7 kilometer uit. Meegekregen. Is dat? Ja, dat weet ik. Zou de 02 ook naar de noodknop kunnen gaan? Dan sluit ik later aan bij de 02, want 02 rijdt op mijn siffle. Eerst even hier kijken. Is er überhaupt ambulance? Er is wel ambulance. Links van het kruis. Politie en Komar? Geef me recht. Dat is de status van de noodknop. Er zou iemand op een ZX-10, 2 heren met een wapen zitten. Mijn collega is erachteraan. Ze rijden richting IKEA. Ingekregen, dank u wel. ZX-10 richting IKEA. Hey meneer de politieagent. Goeiedag. Ja, hij lag hier dood. Ik weet niet hoe het kwam. Kan je reden meer overnemen? Kan misschien een handmelding maken? Even een spieren druk. Zouden wij misschien ook die kant op mogen? Nou, ik blijf wel reanimeerd trouwens. Jij reanimeert nog in die situatie. Ik heb daar zo mee. Is al was erbij gekomen, is al geholpen. Hey, goeiedag jongen. Ik heb meneer's hartslag gevoeld, maar meneer reageert niet op hartslag. Dan hoop ik dat hij nog één heeft. Dat is even mijn fucking de lucht. Nou, het is rond de 11 beats per minute, dus
Ja, niet heel geweldig. Ik kan er van allemaal zijn melding aan. Ja, met. Kom maar voor de politie. Geef bericht. Ze rijden richting Palito. Ik heb een melding maar. En jouw eenheden naar een koppel prio sleep, zal ik hetzelfde doen. Dus krijg je met surfsporten. Ja, je skipt de wacht inderdaad en je kan op de tester. Yo, gekke lekker. Welkom. Die, jij was aan rijden, samen met de 04, correct? 02 ook. Oké, dan ga ik jullie allemaal spelen. Daar is die! Ja, 04 hoef je niet te slepen. Oh. Ik ben bij een Ambu! Aangekomen. Hij ligt hier! Nee. Hallo. Goeiedag. Yes, hij ligt hier. Wat is gebeurd? Hij is volgens mij op zijn hoofd gevallen of zo. Ik zie al Ik ben zo terug. Meneer van de politie. 5-9 spier, Wessel. Ja, 5-9, ja, top, dankjewel. Ik heb een vraag voor iemand van de politie. Geef bericht. Is dit rijbewijs geldig voor... Ik ben gekoppeld omdat er niemand was, maar ik heb geen civiel training. Hoe noem je dat? Ik krijg straks vrachtwagen. Is het? Ja. Zullen we koppelen aan de 04? Je rijbewijs CE? Sorry? Je rijbewijs CE? Wacht, ik ga even kijken. Ja, ik heb nu gegeven. Is dat 7? Ja, die is geldig. Je hebt auto, motor, vrachtwagen en vaarwijs. Oké, top. Hier weer terug. Wat is momenteel de status van de situatie daar? Zit nog steeds achteraan. Gaat om een ZX-10? Ja. Wat is de reden van de achtervolging? Heeft geschoten of hebben wapens in ieder geval. Kijk, ik had een broodje voor mij. Waar een motor voor nu? Als het echt dringend uit de hand te lopen, kan je altijd nog overschakelen. Een broodje. Ja, hij was op zijn hoofd gevallen of zo. Maar hij is in elkaar geslagen, of niet? Het is helemaal blauwe plekken. Nee, ik denk niet hoor. Volgens mij ligt echt aan je ogen. Moet je even naar de dokter toe, meneer. De 01. Koppelen aan de 0? Ja. Ja, dat is goed. Kom maar voor de kamer. Maar ik had gehoord dat je terugging, of niet? Ja, misschien wel, man. Lekker, denk lekker. Het wel, man. Ik moet eerst mijn strafblad uitzetten. Hoe lang moet je nog? 3. Nogmaals, kom maar voor de kamer. Gaat die Wessel? Westkorst sluiten. Ja. Niet begrijpen. Drie dagen. Nog 3 dagen, ja. Oh. Lekker. En mag je al terug, of weet je nog niet? Geen idee, hoor. Dan moeten ze het nog over hebben. Hij gaat terug als aspirant. Ja, dat denk ik wel, want je was toch hoofdagent die wegging. Ja, man. Maar maakt mij echt helemaal niks uit. Heeft u water? Dat het even kan doorspoelen? Nee, ik heb geen water. Ik heb een dierwater. Ik zal je mentor wel worden. Nu post sluiten, we zijn nu in het verhaal. Zijn we mee bezig? Zijn we bezig? Dan moet echt naar. Met die gelijk. Ik kan echt geen mentor accepteren hoor. Oh, hey, je moet wel. Het enige die jouw promotie kan geven is de mentor. Dus. Ik heb ook geen mentor. Wel. Of je moet altijd aspirant blijven, dat mag ook. Ja, dan blijf altijd wel aspirant. Ik kan echt geen mentor accepteren. Oké, top. Dan ga ik weer door naar de volgende melding, man. Ja, dankjewel. Ik ga echt geen mentor accepteren. Je had een broodje voor mij. Nee, die zitten daar aan de kleding. Die zitten daar bij de winkel. Hier denk ik van jou. Nee, daar is een winkel. Geloof me. Ja, inderdaad. Maar echt een min! Min! Ja, oké, mijn probleem. Kijk, klik, dat was een jouw probleem of een mijn probleem? Oh, wat fuck ik nou? Ach, hey, nou... maar best wel, kom, pak even jouw auto. Jij moet even de 01 aannemen, want... Kom, best wel, kom, gaan toeren. Ja. Wat moet ik doen? De 01 aannemen, want je mag geen opco en... Nee, I know. Maar dan moet jij even, ook de 01 worden? Ja, daar ben ik. Oh, dol. Even kijken, hè. Post nog steeds afsluiten. Even kijken. Is gebeurd. Slash. Stipper. En we zaten op de shift, toch? Weet ik niet. Die werden net op de shift gezet. Dus... En dus rijd ik meer geen andere, dus ik denk het wel. Hij is helemaal mooi. Helemaal mooi. Ik moest op een vrouw trouwens. Wat zei je? Ik moest op off-road als ik het goed heb, dus op de Amarok. Dus ik weet niet of het nog altijd geldt, maar je staat hier, dus ik vraag het even. Florian. Ja, dat is Jasper. Ja, moesten wij op de SIF of waar moesten wij op rijden? Of off-road. Want ik... net de off-road. Oké. Nog steeds op de off-road of wil je iets anders? Moet ik hem pakken, Jasper? Of? Wacht even, kijk. Ik kan me niet eens pakken. Kunnen jullie heel veel iets opruimen voor mij? Dat is. Kan, denk ik wel. Oei. Oké. Ja, dat is wat die voor mij kan opruimen, misschien. Een 1, 2, 7, 6.
Oh, sorry, wat zei je? Ik was even mijn raam dicht doen. Ja, top. Ik zal hem zo opzetten. Waarom heb je die nog uit dienst bij? Weet ik veel. Ik had die nog van gisteren nog op me. Waar is Pieter? Oh, Pieter zat daar. Maar Florian, wil je dat op de Amarok blijven of iets anders pakken? Ja, blijf van nou maar even op de Amarok. Joep, is goed. Lang geleden. Wie krijgt de Amarok? First. Wat is Mentor? Ja, die krijgen alle misselijk. Jasper. Yo, ik heb werkelijk aan de honger, porto. Dus... Heb ik? Een magische... Hallo, Marcus vraagt, heeft iemand zich geld voor een GPS'je voor mij? Ik heb me aangemeld. Bij mij staat er nog een Jake en Pieter. Jongens, ik moet het stop, maar ik heb nog een snel vraagje. Heeft iemand het geld voor een GPS? Het boetersysteem zit echt te glitchen. Druk maar op opkomen. Nee. Druk maar op opkomen, dan zie je ons wel staan. Dat is heel raar. Marcus, ja, OVD die is gewoon vaag aan het worden. Hallo? Ja. Want dat is ja, we hebben geen GPS, sorry. Ah, oké. Dan moet ik echt stuiten wel. Op een achtervolging, welke achtervolging? Ja, anders moet je even dat hele ding resetten, misschien werkt hij dan. Even de big reset inhouden. Ja. Nee, wacht even tot ze klaar zijn met die melding anders. Maar welke melding? Ja, dus achtervolging met de ZX-10 als ik het goed heb. Dan gaan we hebben een Amarok. Ja, die hoef je niet aan te koppen. Nee, precies, maar wacht even met die big reset voor de... Dan kan iedereen gelijk terug inwielen, anders is het weer onoverzichtelijk. Hey Florian. Oké, is goed. Hey. En straks heb ik die surveillantentraining. Wat? Ik zeg, straks heb ik die surveillantentraining. Nice, hoe laat? 19:45 uit mijn hoofd. Ah, lekker. Ah, die kan je, kan je volgens mij niet falen, dus ik moet wel niet komen. Nee, daarom. Dus gewoon een beetje pitten, een beetje inboxen enzovoort. Mm-hmm. Ja, ik mag niet koppelen, helaas. Pitten vind ik wel altijd kut. Ja, ik vind dat juist leuk. Ja, maar... De meeste mensen gaan er gelijk een grote zaak van maken. Ja, dat wel. Dat je moet onder de 100 rijden of zo, toch? Ja, maar bij die training rijden ze wel dan ook expres onder de 100. Oh, oké. Nee, dan is het goed, denk je wel. Daarom, ik heb hem ook een paar keer gegeven toen ze te weinig trainers hadden. Mm. En ja, is wel leuk. West was dicht. Ja, ik heet erop. Is dicht. En ik had er die porto aan schreeuwen. Ja. Oeh, dit ziet er ook wel goed uit. Ik ben je bodycam aan het kijken. Of je dashcam, hoe je het wil zeggen. Ik zie in de chat al wat leuke dingetjes hoor. Wat zie je? Moet ik me aangesproken voelen, Thomas? Met je daar is onze radio DJ. Ah. Wat, ik zie die niet eens. Wat? Nee? Oh ja, jawel. Dat komt een beetje later binnen. Maar... Ik wou net zeggen. De radio DJ. We moeten ook een Zulu pakken, maar we mogen niet koppelen aan die achtervolging. Nee, dat is wel kut. Jasper, ik heb een beetje ruzie met mijn ouders sinds gisteravond. Oei. Ja, echt jongen Henk, hoeveel nooit iets van het OC zou ik al hebben. Ja, ik heb hem wel een paar keer apart geslepen, ja. Laten we het daarbij houden. Een paar keer, ja. Ik heb gewoon 700 subs, ik kan nog steeds niet geloven. Dat is echt een lekker aantal. Misschien even hier langs rijden, even kijken. Waar langs? Hier. Daar is altijd al wat te doen. Nee joh. Oh, Jack, oh mijn god, je kan echt niet rijden. Ja, dat is lang geleden. Oh, weet je hoeveel kilometer ik in deze Amarok heb? Hoeveel? 6200. Oh, ik niet. Nou, ik mag ook niet alleen rijden, dus meestal laat ik de persoon voor me rijden. Dat is lekker handig. Nou, dat is inderdaad wel chill. Alleen, dat is Netflix. Ik was twee maanden lang surveillant geweest, hè. En daar kan ik alleen... Ja, want ik stond dus niet in die korpsleiding sheet, dus ik kon gewoon geen promotie krijgen. Oh. Elke keer als ik er wat van zei, ik kreeg een bericht terug. Geen vragen over de promoties. Dus ja, ik zat daar een beetje vast. Maar ik denk, na twee maanden is Sander erachter gekomen. Toen ik dingen was, toen ik aspirant was, heb ik heb dat nu pas laten fixen, dat ik zeg maar... Aspiranten die een promotieverzoek hebben, mogen gelijk promotie krijgen zonder promotie, want dat heb ik gefixt. Ja, dat weet ik inderdaad. Het duurde echt pauperlang, jongen. Oh, ik een mededeling hebben gezien, ja. Ja, precies. Ik heb gewoon gezegd van, het is nu al een beetje klaar voor mij. Ik bedoel, kom op. Ik heb een promotieverzoek en ik kan niet meedoen aan bijvoorbeeld IBT en de surveillantentraining destijds. Ja, dat is wel. Ik heb gewoon gezegd van, zet de voort achter of... Toen zei hij van, ja, dat komt een beetje zeurderig over. Ja, ik zeg ja.
Dan trek ik mijn bek wel niet meer open, hè, als het zo moet. Iemand zegt, je hebt echt een lekker stemmetje. Ja? Oh, shit. Oh, ik loop oh, dat hoor ik echt heel vaak. Maar ik snap het, ik hoor mezelf niet. Dat we, ja, nee, meneer de DJ. Ik zet er ook stiekem mee aan het kijken. Oei, je bent prachtig. Ik ben al lang blij met mijn IVT, jongen. Ja, dat is wel lekker. Een beetje maaien. Mm-hmm. Beetje, ja. En al veel geschoten ermee? Of nog niet? Nog nooit. Ja, één keer, maar dan heb ik geen... Maar dat was het de training. Maar voor de rest, nee. Nice. Ik hoor een helikopter. Echt een geil stemmetje. Zegt oh mijn god. Ik zie Thijs. Nou, ik ben op het einde van de stream in slaap gevallen. Besef, ik zit nog maar een maand in DDR Polis, hè? Een maand? Ongeveer. Dat is een maand? Niet heel lang. Zo? Nee. Ik ben een halfjaartje, denk ik. Wie heeft een Nitro Giver? Dat heeft een half jaar ben je inspecteur. Dat is wel poepoe. Met 2 maanden lang surveillant, hè? Ja. Nee, dat is logisch dat je een beetje... Nee, maar als ik agent ben, ben ik al... ik bedoel, hoofdtrainer ben ik pas tevreden. Dan kan ik in markt. Ja, maar bij brigadier kan je er 2, hè? Klopt. Dat klopt. Dus eigenlijk is brigadier perfect, hè? Klopt. Dan heb je genoeg keuze ook. En dan hoofdinspecteur mag je er 3. Ja, dat is helemaal geweldig. Ja, ja. Nee, nou heb ik ook... Ik hoef nooit Zulu training te hebben, echt niet. Nee? Nee. Zo niet. Dan bots ik overal tegenop. Dat dacht ik ook, maar achteraf ben ik wel blij dat ik hem heb. Ik vind het wel leuk om gewoon de Zulu te pakken. En vooral het leukste is dat je ermee, als een collega of weet ik wat, ergens op een cliff zit, als je die dan eraf moet redden op een of andere manier. Ik was 4 dagen aspirant, dankzij mijn fantastische mensen. Is dat dus Stefano? Of? Ja, ja, ja. En ik was zijn mentor, dus. Stefano, je bent een stinkend. Nee, je stinkt. Vuile, sifgeil, boshaapje. Maar ja, Daan, echt, jongen, staat hij alleen maar op de sif, jongen. Ja, dat zei ik ook al. Die is echt... Maar ja, hij heeft er toch wat voor gekregen, hè? Sif-training geleider gedoe. Sif? Of had je dat niet gezien? Ja, hij zei, je mag de trainingen meegeven. Kijk maar, een sif-training. Nice. Gefeliciteerd. Ja, precies. Ik moet van iemand zeggen dat je een super zachtaardige stem hebt. Een zachtaardige? Oh mijn god. Ja. Wat is dit nou weer? Oh, ik wou nog zeggen, wat is dit nou weer? Ja, er zijn nog niet heel veel meldingen. Oh, jezus. Misschien even bij die garage bij Longbank kijken. Dat is altijd wel chaos. Dat is wel een goed idee, ja. Daar moet je altijd even heen gaan als je wapenstok al uit is. Oh, dat ik je zei. Weet je hoezo? Hoe het dus was, er was zo'n guy, die zei... Iemand was mij de hele tijd aan het irriteren. Dus toen zei zo'n guy die ik niet ken... Zei ze van, ja, ik ga even mijn wapen pakken uit mijn motor, pak die zijn motor uit de garage. Mm-hmm. En opeens, toen was het van, iedereen ging in die motorkoffer en er was pistool weg. Voor de Camaro West was naar Europa over. Waar we over zo'n praten, dus ik zeg zo, uitdiensten. Dankjewel. Voor mij mogen ze wel een stuk lood koppen. En opeens zegt iedereen, oh, je bent politie en je zegt dat, wat onprofessioneel. Nice. En toen heb ik uiteindelijk nog de discussie gewonnen. Dat is het hele leuke ervan. Oh, het is echt stervensrustig. What the fuck? Er is niks te doen. Wat een slijmbal hier. Nee, het is in het algemeen, ja, is er vrij weinig te doen. Buiten van die nutteloze vervolging en zo. Ik vind het nog jammer dat het eiland hier is. Voor het eiland was dan een stuk meer actie. Uh-huh. Met de kookboot enzovoort. Oh, kijk in Twitter. Mogen we banken overal doen met 5+ agenten? Henk Pruim, zou je die naam hebben? Stefane, dat is Mira, als ik het goed heb. Zij heeft best wel een... Nou, ze heeft niet eens een hele zwoele stem, hoor. Rianne heeft een zwoele stem. En ze kan goed zingen. Even kijken.
Wat is... Ah ja, ik wou iets reageren, alleen ik ben niet ingelogd. Sommige mensen, ja. Stem is gewoon lekker om naar te luisteren. Mira heeft geen nieuwe microfoon. Oh, ben je gecrashed, Jasper? Ja? Ja. Ja. Oei. Dat is niet goed. Gaat lekker. Stefan, dat is Mira. Dat zou wel kunnen. Kan ik wel geloven. De stem is gewoon lekker. Ja, is gewoon een radiostemmetje. Armetje crash zo vaak. Ja, godverdomme. Hallo. Ik moet vast uit de auto zitten, omdat ik straks onder de auto beland. Oké, nee, dat kan ook niet. Nou, die is duidelijk gecrashed. Heb ik wat gemist? Ben net weer van school. Nee, nog helemaal niks eigenlijk. Dus we zijn nog niet in achtervolging geweest. Ja, we hebben De 2101 gaat status 5 in verband met een PC die niet mee wil werken. Is begrepen. Bedankt voor je dienst en nog een fijne middag. Jasper, kan je erop gaan nemen? Ja hoor. Nou. Rip, Jake. Kijk, niks te zien. Moet ik even de opco aannemen, waarom werken die lichten niet? Rip Jake, rip. Dan doen we... OVD aan de 2104. Moet ik zeggen de 211-04. Ziet. En spaties, dank u wel. Zo, oké, nu kunnen we aan. Rip in de chat voor Jake. Ja, inderdaad. Daar gaat de DJ. Daar gaat hij. We gaan hem achterlaten. Want ik zie ook geen graai. Ah, jawel, trouwens. Een stukje lopen. Nou, rip. Welkom bij Q Music. Ik ben Jake Graafs. Hoi Pascal. Yo, Pascal. Ik ben al sinds 12 uur uit, lekker. Shit, ik moet werken met TDA Radio. Ja, ik wel, hè. Moeilijk. Zo, meneer, wat een auto! Wat een kerel. Daphne, ik heb al de hele dag vrij. Ik ook. Ik heb al 2 weken vrij. Of 1. Ik weet het eigenlijk niet meer. Oh ja, mijn daily. We gaan even een ticketje openen. Kijk, een ticket. Nice. Doet ie. Kan gebeuren, hè, Daphne, ging mogelijk. Wat een man. Yo, Bram Snijkers, the British, get in the car. Voor mensen die het niet weten, Bram Snijkers, die is eigenlijk Brits. Dus vandaar dat ik altijd even iets Brits tegen hem zeg. British. Moet nog een paar weken rit, man. Ja. 1186 status 0. Dat speel je iets kuts weten. 1186, dus, een hele goede middag. Voor jou de 2105 op een noodhulpvoertuig, alstublieft. Pepen. Ik moet zeggen, je bent toch wel een beetje gespannen vanmorgen. Ja, kan ik begrijpen, ja. 1101 ook een hele goede ik, middag. Eigenlijk gewoon echt niet. Ik kan wel zeggen, ik helemaal gespannen ben, maar en eigenlijk, nee. En stel, ik haal het niet. Ja, kan ik altijd gewoon herkansing doen. Is niet heel erg op zich. Hallo, Bram. 2103 komt uit. Ram Snoik is mee. Ik zie graag een Audi A6. Ik wel. Gotcha.
Waarom kom ik eigenlijk hierheen? Oh ja, omdat die... Dit is de auto van Jake, dus dan mag die lampen niet roepen. Toen is er een video aan het editen en toen deed mijn... Het programma het niet meer. Moet ik hem opnieuw beginnen, rip. Ja, klopt, je hebt 2 herkansingen. Ja, inderdaad, daarom. Daarom, ik ben niet zo bang. Ik heb wel vertrouwen in. I'm good. Nee, ik ben niet geweldig in dat ik vind, maar... Ja, die rijdt even met 200 lang. Ik moet even mijn kloksysteem aan. 140. Yo, Jens. Yo, Rempo. Is het zo met een markt dat als je zakt dat je hem nooit meer kan halen? Nee, nee, dat zeker niet. Alleen, moet je wel een paar weken wachten. Ik doe eigenlijk na elke promotierondje gewoon 1 training klaar. Dus. Ja, tegenwoordig is dat 3-4 weken. En soms is het 2 weken, ja. Yo, Joel. Welkom. 20 kijkers alweer. Welkom iedereen. Gaat lekker. Gaat zeker lekker. Alleen er moet even wat actie komen. Dat is voor dag rustig. Ik ben Alvin. Ja. Ah, jij was toch aspirant, dacht ik. Ik weet niet. Ja, jij was volgens mij aspirant in het korps. En ik heb je volgens mij niet meer gezien. Dus ja. Je hebt... Ah, nice. Zit je er nog bij of niet? Want ik heb je volgens mij echt nooit meer in dienst gezien, of wel? Ja, dat is ontzagen, maar ik mag mijn telekans gebruiken, man. Ah, lekker. Lekker. Dus, je bent de volgende basisstelling bij. Volgens mij donderdag is dat. Yo, Niek. Welkom. Niek. Een kruin voor de mod. Lekker, man. Ja, ik zie weer weinig mods. Enige mod die ik zie is Jent. Dus wie weet ga ik wel weer in de mod erbij. 10 subs straf, ja. Je bent natuurlijk allemaal even snel geabonneerd voor de giveaway. Dat is op zich wel logisch. Hopelijk wel, man. Ja, lekker, man. Komt hopelijk wel goed. Maar je bent dus al gewoon aangenomen met gesprekken en zo. Yo, Ahmed de Turk. Welkom. We gaan echt lekker. We gaan echt lekker. Nu even nog leuke meldingen krijgen. En hopelijk een Sif of een Mark te pakken. Nog niet, man. Ah. Dus je gaat gewoon solliciteren of heb je al gesolliciteerd? Wat doe je minder Oni, man? Oh shit, Natype is er ook bij. Hey, dat zag je niet in de chat vandaar. Maar natuurlijk, Legend Natype is er ook bij. Zonder jou zou ik waarschijnlijk niet eens zo lang door zijn gegaan met streamen, denk ik, hoor. Denk ik. Yo, Sergio Collins. Ik kan wel een nep schietmelding maken. Ik vind het prima. Nou ja, voor mij kleine kans dat we überhaupt een schietmelding krijgen. Ik heb al gesolliciteerd, man. Even uitslag wachten. Aha, lekker. Ah, hoezo dan? Gewoon legend. Elke stream doneert hij even 5 euro. Dat is toch gewoon top motivatie. De 06 staat er 7. Geef bericht. Ik heb de vorm van een Sanchez bij de pier bij het casino. Zou je daar 01 kunnen koppelen? Ja, positief. Ik zal jullie apart slepen. Nou, eindelijk. De actie begint. En waar rijden jullie in? We gaan richting de Westpost. Oké, wat voor voertuig zit jou? Sanchez. En jij? Ik rijd een Touran.
Oké, okay, dat is slecht nieuws. Ga je nu bij de begraafplaats? Ik denk dat ze weer de berg in gaan. Ja, dat heb ik goed. Ze gaan nu de berg in bij de begraafplaats. Kan je misschien precies GPS sturen? Ik ben daar bijna namelijk. Laatste locatie, is het de berg in gegaan. Ze gaan 500 meter. Bij de begraafplaats daar. Oh, niet crashen met dit ding. Hier naar rechts, naar boven. Ja, die. Ja. Ik zag hem staan. Ik ben naar boven gereden en daar ben ik zo uit het oog verloren, dus. Ja, hij staat hier. Hij komt nu terug naar beneden. Ja. Je hebt toevallig een motorspecialisatie. Negatief. Oké. Okay. Ik weet niet of ik deze bijhouden of een ander. Welke kant rijden ze op? We rijden nu de observatoriumweg op, zeg maar. Precies aan de andere kant van de berg. Oh, heel nog. Gaan we terug. We gaan weer omhoog naar de plek waar die net stond. Ja, als je niet bij kan houden, dan. Oh, hij rijdt recht de berg af. Ik kom nu richting jou. Ja, je kan echt niks met dit ding. Holy shit! Je kan hier echt niks mee. Hoe heb ik hier ik twee maanden lang? We zijn net voordat jij kwam, we zijn hier. Dus rij ja, recht een cliff af. Tuurlijk boven een busje. Ja, dat laat maar gaan hoor, want het was gewoon een stopteken die ze negeerde en verder geen andere strafbare feiten gezien, dus Ja, is goed, dan doen we dat. Ik zal ons wel even terugsteken. Ja, top. Ik ga de 21 dubbel 0 Pieter aan jou koppelen. Kan jij hem ophalen achter Ja, ik ga hem voor het geld. Nou, niet per se, maar het helpt wel, zeker. We hebben een tikje aangewerkt voor die nieuws en zo krijg je toegang tot echte kamers, nog beter. Nice man, nice. Ja, moet je ook maar een keer met de politie mee doen. Een soort van wegmisbruikers. Dat is wel vet. Yo, Jeppie, welkom. Goedendag, politieagenten! Hallo. Ik mag even stoppen, man. Wat is er? Je motor me even af. Gewoon even luisteren, joh. Hoezo niet? Wat gezellig, joh. Eentje bij. 06 geeft bericht. Als achtervoor met de 01 zouden wij een aparte koppelpiro kunnen krijgen. Waarom stop je niet gewoon? Ik had ons er makkelijk uitgeluld. Is goed. Dat zijn dus wel anderen. Schonze! Ik heb een zetje. Godverdomme! Yes, we gaan even staan blijven. Ik ben gegijzeld, meneer. Ik weet niet wat jij denkt, maar ik ben zojuist net in de boeien geslagen bij de bank. Maar goed, hè? Pak mij vooral. Maar waar zit die handen? Legend, thanks. Thanks, man. Oh. Ik was het bijna vergeten, maar... Oh, hij spreekt die tekens niet uit. Oh, anders moet ik echt dood worden. Ja, ik heb ze hier allebei in de boeien. Wat is er eigenlijk aan de hand, meneer? Ik zal wel een GPS sturen. Waarom, wat is er aan de hand? Op grote... Ja, het is plakker de weg. Thanks, man. Thanks, net type weer. Wat is er aan de hand? Krijg je zo te horen. Oh, jij bent onhartelijk. Voor mij, hij spreekt alleen nummers. Is mijn gijzelen? Nee, ik heb niemand gegijzeld. Spreekt alleen nummers uit en... Ik moest per se mee, ik zit hier vast in mijn tie-raps en die zitten er nu godverdomme af en nu heb ik echt dat boeien. Hoe noem je dat? Getallen? Nee. Sorry, nummers. Wat de fuck, hoezo weet ik dat gewoon niet? Het ligt echt op het puntje van mijn tong. Gewoon nee, je moet echt je bek gaan houden. Ik
koop echt een flink bericht. Ik ben nu echt benieuwd waarom überhaupt aan het locatie sturen. Ja, raakt er misschien. Ja, ik ook. Maar ik ben nog steeds gegijzeld. Ik vind het wel leuk dat we hier met z'n tweeën. Ja, ik ben ook gegijzeld. Maar meneer agent, wat was er? Ik denk werkt niet, Wonder Joe. Moest een mooie afbeelding worden. Oh shit. Dacht jij wel nog gewoon doof laten worden met die. met die text-to-speech ding? Letters, ja, letters. Ik weet niet waarom ik daar niet op kan. Zit hier hoor. Ja, letters, ja, ja. Dus, maar ik weet niet zeker of dit dezelfde zijn hoor. Ja, ik denk het niet, man. Maar het is een andere motor. Ja, als er iemand nog steeds vandoor. Ja, dat is zeker waar. Zag jij welke reed? Want ik. Ja, ik weet niet precies meer. Zou je? Zag jij toevallig welke reed? Welke ree? Ja, op de motor. Ik weet niet welke voorop zat. Ik heb niks uitgedaan, zwarte... dus ik ben ook benieuwd. Ja, ik heb ook niks uitgedaan. Jij reed, hè? Okay. Goedendag, maar meneer agenten. Deze reed, die linker. Ja, top. Dan ga ik u even mee apart nemen. Oh. Inspecteur, meneer, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk verhaal. Ik ben daar weg. Ik stond lekker bij de flikkerbank. Daar staat trouwens ook nog mijn busje. Ik was gewoon lekker even het zwembad afschonen. Ik dacht stop onderweg even. Staat die persoon, doe even mijn geld op de bank. Want ik had een hoog bedrag op in mijn broekzakken. Omdat ik net dus moet een mooie foto maken. Sturen. Zal wel sturen in uw Discord. Ja, van mijn baasje. En ik dacht ik lever in bij de bank. Denk ik kom die twee zwarte jongens binnen. Maar die is nog top. Hey, meneer, ik ga je even fouilleren. Heb je ergens in je zakken een rijbewijs zitten? Ja, volgens mij wel. In welke zak zit die? In mijn, aan de voorkant, in dat vakje in mijn jaszak aan de voorkant. Rechter. Ga ik even eruit halen. Zo. Oké, okay, dat ziet er prima uit. Ik ga het even nakijken, 1 seconde. Ja. Heb je een verklaring waarom je er vandoor ging? Politie maar agent? Nou, ik schrok een beetje. 01, kom eens uit. Maar waarom was dit nou dan? Ja, zeg maar hoor, Martijn. Ja, dit geeft aan dat hij chaos is door die andere manier op die motor. Dus mogelijk ook een gijzeling erbij. Oké, moet je wel even aangifte opnemen, anders kan ik hem daarvoor niet aan. Ja, ik ga even de doek hakken even opnemen dan. Ja, is goed. Sorry dat hij even lekt, want ik moet dan even van full screen af ofzo, dan gaat hij flunkelen. Max Janssen, 19 jaar. Ja, ik heb nog steeds die tie-rips om. Hij heeft ook tie-rips om, dus redelijk wat bewijs tegen die gast. Ja, oké, is duidelijk. Oké, meneer. Waarvoor je in ieder geval bent aangehouden, is het negeren van een stopteken roekloos rijgedrag 50, 60 km per uur. Binnen de bebouwde kom. Rijden op een illegaal voertuig. Nou ja, op de weg daar. Ja. En dan ga je ervan stoppen. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. Heel fijne avond natuurlijk. Ja, dat heb ik gezegd. Lekker toestel zit hier allemaal mee. Het is gewoon een laptop. Nou ja, we zochten iemand. Jullie op een Sanchez. Jullie hadden precies dezelfde. Ja. Dat was niet eens ik volgens mij. Maar... Nee, dat klopt. Dat wel. Oh. En je bent tevens ook aangehouden voor artikel V2 gijzeling. Nee, dat was gewoon gezellig gereedje maken. Oh nee, ik loop vast. Nou ja, de andere persoon gaat wel aangifte doen, dus je gaat wel meegenomen worden daarvoor. Oké. Daarom ga ik ook even je rechten voorlezen. Ik heb recht van advocaat en die dus niet kan betalen, heb recht van advocaat van de staat. Als je de Nederlandse staat niet probeert, heb ik recht op een tolk. Heeft deze rechten begrepen? Hij legt de stad eruit, ik loop helemaal vast. Nee, what the fuck, mijn F6 menu werkt niet. Mijn F6 menu werkt gewoon niet meer. Okay, mijn collega gaat je niet meenemen, ga je het zo meenemen, want mij lukt het niet meer. Dus ik ga even naar hem toe. Ja, u mag even, u bent geboeid, gaat u maar daar zitten. En ja, zo eigenlijk, ze zijn niet echt, je bent gegijzeld of je bent ontvoerd of je bent dit of... Het was meer toen namen ze mee op de motor. Ah, zo wel, ja. Ja, want toen was het dus de bank leeg, dus niet zo niet vet. Oh, nu wel. Oké, top. Ja, de bank was leeg, die was al leeg geroofd, dus er zat niks in nog. Ja, inderdaad. Succes met je rijbewijs, dat type. Ik heb hem ook binnenkort. Oké, ik ga even meenemen. Ga ik even in de auto zetten.
Ja, is goed. Als je dat nog niet gehoord hebt, je hebt dus recht met advocaat. Indien je deze niet kan betalen, heb je recht met advocaat van de staat. Als je Nederlands staat in troep is, heb je recht op een tolk. En je hebt het recht op zwijgen. Heeft u recht op een gegeven? Ja. Oké, dan ga ik je nu even fouilleren. Nogmaals, ga ik even je communicatiemiddelen afpakken. Karma! Niet. Bank. Bij je mag gaan. Agenten tegen 10 mei. Van de gijzeling. Die krijg ik wel allemaal terug, toch? Ja, deze kan je inderdaad achter. Ik heb de ingevoerd, meneer. We gaan meneer daar ook Hij heeft achter in het voertuig zetten. Pas heel op, weer. En gaan we kijken of we daar iets mee kunnen. Ja, als je mijn getuigen ooit nodig hebt, mag gewoon hoor. Ik sta ik heb uw gegevens ingevuld, dus mochten wij je nodig hebben, dan laat het even weten. Ja hoor. Zou ik ook gewoon weer op een kwart van de tijd voor? Collega? Ja, als jij daarop wil wachten. Ja, dat ga ik doen. De auto is niet verlaten hoor, de collega zit boven. Oh, toch? Oké. Ik sta 6 seconden vervallen. Stond er trouwens nog een signalering op mijn naam of dat niet? Negatief. Er staat niks op. Niet? Nee. Dus bij deze bent dus aangehouden voor de verkeersdelicten. En voor gijzeling van een burger. Rebecca, ga nou even geschiedenis maken. Heel veel succes, Daphne. Hoe gaat die goed hoor, Lucia, met jou? En welkom. Sorry als ik de chat mis, maar ja. Gaat best wel hard de laatste tijd. En ik moet ook nog even in-game opletten en het rijden en zo. Dan staan we straks weer een uur op ANWB te wachten, is ook niet echt leuk. Nee, ik kom maar. Oké, ik ga even uit het voertuig halen. Pas even op voor je hoofd weer. Ja. Dan ga ik je nogmaals laatste keer fouilleren. Zodat je sowieso niks raars meeneemt. Enig scherpe dingen op zak. Nee. Helemaal top. Oké, dan dan gaan we nu even naar binnen. Ik heb zojuist je rechten voorgelezen. Wil je nog gebruik maken van een van deze rechten? Ja. Advocaat, oké. Ik moet je wel meedelen dat dit gewoon een hete daad is, dus... Jasper. Ja. Kort door één, kan het even een moment overnemen? Ja, dat kan wel, denk ik. Er zit echt maar één iemand in, dus het hoeft echt niet zoveel te doen, maar ik ben er zo weer. Joep, is goed. Oh mijn god, man. Hoe ben jij hier gekomen? Heb je alle wetten geleerd? Nee. Zitten we samen vast nu? Zitten we samen vast? Kijk, ik ga je even omboeien. Ik ga je even met de handen lucht tegen de muur zetten. Ja. Hoe ben je hier? Oké, zoals ik net al zei dus. Het is gewoon een hete daad. Advocaat ga je denk ik niet heel veel helpen. Nee. Dus, zeg maar. Als je goed meewerkt, kan ik een kleine strafvermindering misschien wel regelen. Ja, top. Ga ik even nakijken. Oké, top. Blijf maar, je mag gewoon normaal gaan staan. Ik ga het even dan helemaal het systeem checken, even je strafrekenen, oké? Ja. Ik heb zeker niet alle wetten geleerd, nee. Ja, toch! Ja, toch. Komt die agent nog? Hallo. Meneer, kunt u mij toevallig afhandelen? Want ik heb geen advocaat, niks. En ik zou gewoon afgehandeld worden met de straf. Kijk, Pik die dat net zei, ik sta hier al 2 uurtjes, dus... Hey boys, oké, maar heb je een advocaat aangevraagd? Ik sta hier al 5 uur, jongen. Oh, je wordt altijd doof hierin. Dat boeit me echt niet.
We waren handen ook heel veel mensen af, maar tijdens stream ga ik het echt niet doen. Maar ja, bijna niemand doet dat binnen de stream. 0-4-6-6? Dat is het probleem. Ja, geef Richter. Beschrijf het zojuist. Heb jij nog meer over het eenheden? Momenteel hebben we geen off-road eenheden. Dat is duidelijk, dan ga ik hem maar vragen. Ja, geef bericht. Heb jij een Amarok of wat dirtbikes tot beschikking voor mij? Positief. Koppenbrio vraagteken. Ja, ik zit in Koppenbrio. Maar ik kan ook niks tegen doen tegen die mensen die aan het schreeuwen en fluiten. Even kijken. Dan doen we gijzeling, eerste veroordeling. Zelfstraf van 60 maar een boete van 10.000. Oké. Voor de verkeersboetes. Ja, deze staan natuurlijk gewoon vast. Dus die ga ik even snel uitschrijven. Ik zal bij 3 boetes houden om je een beetje te sparen. En ja, ja, je aanrijbewijs wordt wel in beslag genomen, helaas. Dus deze kan je opnieuw bij het CBR gaan halen. Ik ga denk ik schreeuwen als die achter. Ja hoor, is goed. Dan ga ik schreeuwen als die. Agent! Heb ik die boete nou uitgeschreven? Even kijken, man. Moet ik er zo 2 uitschrijven, man. Nee, dat heb ik nog niet. Hallo. Zo, top. Nu heb ik als goed zullen hoor. Top, en dan ga ik bij deze even je aanrijbewijs uitschrijven. Ja, eens. Is de hulppas moeten hebben. Oké, nou top. Je totale straf voor de gijzeling is standaard 60 maanden celstraf en een boete van 10.000 euro. Nou, aangezien je tot nu toe goed meewerkt, zou ik er een celstraf van 40 maanden van maken en een boete van 7.500. Ja, is goed. Nou, dan zijn we ook meteen klaar. Dan even kijken. Eerst even de boete uitschrijven en dan ga ik de Kamar oproepen en die gaat je dan mee. CBS 500. Moeten we hem even een strafblad geven. Dat was weer een echt irritant ventje, hè? Wat? Dat is wel echt irritant ventje. Wat? Ja, ze werd echt irritant ventje. Nee, nee, grapje. Jasper is meestal te kutten. Maar wat is er? Nou, Jasper de ballen. Yo. Oké, Henk. Oké. Oké, top. Kan je even richting mij kijken? En dan ga ik even een foto maken, zodat je Camarie kan winnen. Moeten we een gevangenentransport aanmaken? Cel. Welke cel is dit? R2. Maanden 40. Waarvoor die is aangehouden? Gijzeling. Geboortedatum. Is. 02. Hallo meneer de agent! Ik hoef trouwens geen advocaat. Ik hoef geen advocaat. Hey, hallo. Max. Gezellig bro, wat is dit? We doen mijn boeien of moet ik zelf lopen? En dan zijn what we. What the fuck is dit? Oké, top. Nou, dan moet je even wachten op de Kamar. Ja, is goed. Die kan elk moment komen. Ik ga even snel koppelen aan de overval. Dus. Ja, fijne dag nog. Yo. Hallo. Florian. Florian is weg, hè?
top. Oké. Ja. Waarvoor? Top. Nou, als het goed is. Oh, het is echt kut om dit allemaal om opcode te zijn en over de. Of en. Hij stresst hem, je collega stresst hem. Oké. Ik ben echt bang dat ik de hele tijd gewoon mezelf weer mute. Maar, jongens. Oh, ik moet wel mijn outset opslaan. Ik moet de auto hangen halen. Huh? Maar hij stond net hier voor mij. En ja, maar hij is even een auto. Kijk, hij is net weg aan het gaan. Hij is poef weg. Ja, even een auto. Hij is, hij is aan het. Ja, maar ik weet niet hoe je een auto uit de lucht kan. Oh, kijk, zie je in de zijpijn. Ik wou iets doen, maar ik weet niet meer wat. Yo, Alem, welkom. Even Henk bellen, daar is bij die overval. Hey Jasper. Yo, hebben jullie genoeg man bij die overval? Nee, eigenlijk niet. Ik kan altijd nog een deurbike gebruiken. Ja, maar ik ben opko, dus ik mag geen deurbike. Jawel, dat is overal mag het wel, jongens, sukkel. Echt? Ja, tuurlijk. Als OVD ook. Nee. Echt wel. Nee. Overval wel. Nee, ook niet. Jawel. Oké, ik ga even kijken. Als het mag, dan kom ik. Oké, yo. Yo. Hij mag het niet, maar ik zal even kijken of het mag, jongen. Kijk, in mededeling... 06 status 6. Ja, geef Fred. Ja, ik vind het doorgeven aan de Kamar dat ik iemand heb liggen hier van de Kamar. Gerda Bleek, die is onwel geworden op de motor, dus kun je dat doorgeven aan de Kamar? Ja, als je dan ook een GPS in de meldkamer stuurt, dan zou ik dat doen. Politie aan de Kamar. Kamar, je geeft bericht. Ja, momenteel liggen jullie collega Gerda B. Bewusteloos. Als goed wordt er zo'n locatie gestuurd in de meldkamer van de Kamar. Daar kunnen jullie hem aantreffen. Ja, dat is normaal. Maak maar even een aanmelding. Maak maar even een aanmelding. Uit. Oh. Dus niet in de buurt of wel. OVD staat weer op luisteren op gebruik voor de overnemen. Ja, dat is heb Florian zijn nummer, volgens mij wel. Niet. Heb ik Florian zijn nummer? Ja, dat moet er wel. Florian. Florian. Waar is de F? Florian. Oh. Yo. Yo, kom koppelen. Ja, is goed. Doe maar. Hij is goed. Tot zo. Yo. Even. Zo. Ja, lekker hier. Heb ik Florian's nummer niet? Wel toch. Ik kies de F. Nee, ik heb Florian's nummer niet. 1175 status 0 met een koppelverzoek aan 2101. 1175, een goedemiddag. Welkom. Je mag koppelen aan 2101. Dat is geen probleem. Nou, ja, zo, ja, het is kut dat we opgehouden zijn. Auw. Hoppakee. Dan pak ik even een auto vanaf boven. Heb je een garage? Dan pak ik even uitblokken. Nee, er zijn eigenlijk bezoekers voor de grote gevangenis. Zijn eigenlijk bezoeksuren voor de grote gevangenis? Er werd me net verteld dat hier bezoeksuren zijn, om 7 uur. Maar...
Ja, dat is compleet Kamar gebied. Dus moet je even aan Kamar vragen, iemand zijn blauw pak. Ja, ik heb nu al aan 3 mensen gevraagd. Maar zeg dit, ik ben druk. Die man stond hier laat ik stil. Voor 10 minuten. Als ik het wist, zou ik het je vertellen. Alleen ik heb geen idee, want ik ben gaan niet echt doen. Als het zo is, heb je niet net iemand opgepakt voor die 10D, maar ja. Ik denk niet dat alle agenten dat weten, natuurlijk. Wat? Is er? Als één iemand wordt opgepakt, wordt denk niet aan iedereen verteld, hè? Dus ja. Nee, dat klopt. Ik denk dat je mij daar niet mee kan helpen, maar... Er was net iemand opgepakt van ons, die 10D. Die nog nooit gehoord, dus ik zou het ook niet weten. Hey, yo, Pieter. Staat Florian nog binnen, weet je dat? Ik heb hem niet gezien. Oké. Ik wil van die Amorok hebben. Ik hou niet van de Amorok. Dankjewel. Zo. Wat? Ja. Heb je al wapen bij? Nee. Nog steeds niet. Wanneer? Heb je... Ja. Even denken hoor. Die heb ik als het goed is. Overmorgen. Hoop ik. Oh, dat valt wel mee. Ja. Trouwens, dat ik zo stil ben. Want ja, ik ben dus ook druk bezig met streamen. Dus, ja, ik weet het. Geen stress. Ik zo laat hebben. Geen probleem, man. Welkom. 2102 Brownie gaat status 5. Ik wil even bij Kota gaan als je kijkt. Is goed. Even neergemaaid worden. Wow, het is hier nog steeds rustig. Ja, meestal wordt er wel drugs verkocht hier. Dat is waar. Ja, als we naar een markt zaten, oké, maar ja. Ja. Jammer, ook zit iedereen wel staan. Gaat die? Hij zit aan de zijkant. Fico, jongen. Ik ben geen Fico, wat denk je nou, joh? Wil je motor eens even rijken, maar voor je aan de kant? Ja, hij rijdt alleen. Oh. Wat heb je nou weer gedaan dan dat je hier op je bek ging? Bodent die rijdt me aan natuurlijk. Rijdt door vol gas. Heb je toevallig een pleister in je wagen voor je zitten, Mitchell? Nee. Ik zal even voor je kijken. Dan komen we neer. Doe nog een 8 status 7. Er is geen 08. Dus wordt hem niet. Hij zijn er 01. Zo. Heb ik nog voert daar in de stad? Speciaal voor jou, Dora pleister. Het vehicle. Zo. Nee. Ik wil nog even een kogels doen eigenlijk. Het is niet normaal op die burentjes. Ja, dat klopt. Maar hoe gaat het nou weer? Pony Pieter is het lang niet gezien, hè? Ja, Pieter, ja. Gaat het een beetje leuk bij de politie? Tuurlijk. Ja, Dominique en Hoesie hadden er geen zin meer in, had ik gehoord. Is Hoesie ook weg? Oh, oké. Ja, wij gaan er weer vandoor dan. Heel later. Hoi Pieter, ik zat even in de ONC politie te kijken en ik zie al een hele charmante foto. Wow. Hou op. Waarom? Ja, weddenschap. Je bent nu gewoon officieel Nederlands Marokkaan geworden. Dat klopt, Mohammed Post, aangenaam. Mohammed Post. Mohammed Jansen is het dan. Nederlandse naam. Echt, what the fuck. Nice. Ik weet niet of ik blij moet zijn of niet. Kijk. Ik zou millimeteren in gedachten nemen, zou ik wel zeggen. Ja? Ja, ik weet niet, het is wel slecht te zien op de foto. Dus. Ik had ook mijn vingers in mijn ogen. Omdat ik zat te lachen van daar. Zo, te huilen van het lachen. Nice. Haha. Ja, het is wel anders. Dat is heel veel anders. Ik had het niet zo erg verwacht. Ik ga even Florian zoeken of een ander goed aan, maar ik rij nu al 2 uur op dit
tering ding, ik word helemaal gek van. Ik zie daar iemand staan. Maar dat is niet Florian. Zeker? Ik denk dat hij binnen zit. Man, man, man. Hallo. Yo. Hey, yo. Mohammed Post, ja. Eén uur, ja. Ik denk dat hij op verdieping 4 of zo zit. Ja, 4, denk ik. Ja, bij die camera. 4, oké. Okay. Kunnen jullie ook even tour van HB zien? Kijk, hier zijn de camera's. Voor de mensen die dit nog nooit gezien hebben. Je kunt 1255 staat ze nog met een kopbezoek aan een 02. Kunnen we camera's van heel de stad zien. Dus dit is de ene 1255, bank. 1255, een hele goede middag. Rijdt de 2102 alleen? Als het goed is wel. De OVD-papier moet ja, niet. Dat is toegestaan. Doen sommige mensen wel, maar je zit in de blok van camera's. Dankjewel. En van AutaB. En ze moeten eigenlijk de camera's als updaten. Dan hebben we, nou ja, PP Bank natuurlijk. Weet je, waarom heb je hier geen camera buiten? En dan hebben we ook nog de Oostpost. Ja, ik kom een rapte langs. Op zich gebruiken we deze eigenlijk wel weinig, dus we moeten misschien wel vaker gaan gooien. Eerlijk, gewoon even camera teachen. Het is wel rustig op de Oostpost. Ik kwam net één auto door en dat is het. Maar genoeg camera's. Oei, Sander is met de penhammer bezig. Ik ga het gewoon vragen wie staat 6. We gaan er door zonder Jasper. Ik ga het gewoon via staat 6 even vragen. Prima. Ik kan deze auto niet meer wegzetten. Niet? Ah. Ik ga zelf een markt van het vragen over de. Nee, dat gaan we niet doen. Dan krijg je een strike. We hebben daar een typische code die HB in probeert te rennen. Apoort je nou die auto's die je had? Zal ik eens een lege auto neerzetten? Kijk wat hij doet. Is goed. Ah! Nee. Oh, rent hij net weg. Mhm. Ik krijg groetjes van Tariq. Tariq? Tariq. 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 Tariq, wie is dat? Nee. Ze dus moeten er nou bij getrokken. Ah joh, prima. Komt hier ook niet meer. Oh, ik moet die switch voor de deur nog even. Oh god. Hallo meneer. Hoi. Mijn vriend hier, die komt voor een vraagje. Uw vriend komt voor een vraagje, dan mag je vriend de vraag stellen. Waar kan ik mijn hallo, auto terugkrijgen? Dat kan hier ook. Meneer? Oh. Dat trouwens, dat kan vanavond tussen 7 uur en 9 uur. Wat is dat? Bij de baas. Maar ik denk niet dat hij hem nog heeft, want het is al een tijdje geleden. Hoe lang geleden is dat? Ik ben heel lang weg geweest. Dus ja. Hoe lang geleden ongeveer? Wat nou? Dat weet ik echt niet. Wel in staat 2 maanden denk ik. Goeiedag meneer de agent. Dus? De agent, wij misschien mogen omswitchen naar de Marcus Sif. Oh. Kijkje voor jou nemen. Positief, je mag omschakelen aan de unmarkt. Ja, dankjewel. Ja, het portsysteem werkt nog steeds niet.
Oké, jongens. We mogen in markt. Wie, wat willen we? RS6, BMW of Volvo? Even echt, yo. De snelste, nou dan pakken we de RS6. Die proberen de hele tijd in te breken, die gasten. Kijk, kijk of ze hier naar binnen lopen. Nou, we zijn gewoon aan. Met de deur open. Hey, chef. Top. Hé, hey, meneer, ben je deze weer aangehouden voor lokaal vredebreuk? Mag je even de handen licht tegen de muur gaan zetten? Voor wat ben ik aangehouden nog? Mag je even de handen in de lucht tegen de muur gaan zetten? Oh ja, kijk, sorry, top. Voor wat ben ik aangehouden? Vraag? Aangehouden voor lokaal vredebreuk. Nee. Mijn advocaat indien deze niet kan betalen, mijn advocaat van de staat. Je hebt het recht met een tolk indien de Nederlandse taal probeert. En je hebt het recht op zwijgen. Het is niet de eerste keer, meneer, dat je het probeert vandaag. Volgens mij ben je gisteren al aangehouden door Barry Schachter ervoor. En volgens mij heb je dit ook weer geprobeerd bij Barry Schachter. Wat? Nee, Jasper. Deze is bezet, oh, deze is bezet. Zo. Oké, hey, meneer, ik ga je even fouilleren. Enige scherpe dingen op, zeg? Nee. Oké, okay, top. In welke straks zit je ID-kaart? BMW? Geen zakken, man. Die zit volgens mij... Oh, trouwens, je wel in mijn rechterbroek. Rechterachter. Oké, ga je die er even uithalen? Ga ik even nakijken. Oké, okay, terwijl we hiermee bezig zijn, zou ik even... Losgemaakt door de grote vriend? Boeien ze het een beetje strak, laat me gewoon... Ik vergeet altijd nu die pols moet aanmaken, dat ben ik even helemaal op zoek. How it works... Right, what... Might... Oké, okay. Nou jongens, ik ga een poll aanmaken, moet iedereen even stemmen. Welke een markt? Option 1, BMW. Option 2, RS6. Option 3, Volvo. Oké, okay, iedereen even stemmen, jongens. Moet je gewoon even op het linkje drukken en je hoeft het helemaal niet in te loggen ofzo, je moet gewoon even puur vervoerd. Dus ja, druk even allemaal op dat dingetje. En dan gaan we naar de voor, gaan we even de goede kiezen. RS6 wordt inderdaad al vaak gekozen. Oké, okay, nu ga ik even deze persoon opzoeken. Uit de mail schoot magie op Ochi. Oké, okay, meneer, ik zie dat dit al je tweede veroordeling is voor huis Vredebreuk. Excuses, je derde veroordeling. Oké. Okay. Ik ga even je straf breken. Oké, nou meneer. Ik ga even omboeien. Je gaat in ieder geval een boete van 6000 euro ontvangen. Voor je derde beoordeling van huisvredebreuk. Je gaat tevens ook een taakstraf van 50 uur moeten doen. Is dat duidelijk? Ik heb mijn verhaal niet eens kunnen doen en je gaat me wel veroordelen. Het is een hete daad, dus ik hoef je verhaal in principe niet aan te horen. Hete daad? Ja, je loopt letterlijk HB binnen. Er is geen reden om dat te doen. Ik stond dan in de garage en toen liep ik... toen liep ik erop naar binnen. Per ongeluk. Per ongeluk, dit is van de hele tijd. Ja. Zijn we met de register zelfs ervoor aangehouden door iemand? Nee, zeker. Nou, top. Dan ga ik je nu op taak versturen. Hoop ik je niet meer terug te zien. Mag ik u nog trouwens een hand geven? Dat is snel gaan. Dat mag.
Zo. Kijk, ja. Hé, dat kan ik ja. Nou, fijne dag nu. Hé, fijne dag. Fijne dag. 21, 50. Zo. Die is weg. Was heel toevallig gisteren al ervoor veroordeeld? Even kijken hoor. Volgens mij wel. Niet gisteren, maar wel heel vaak. Derde datum 0906. Volgens mij staat die muziek weer echt tering hard, heb ik het idee. 2021. Dus ik kwam samen dienst aan. Ik zit al met Pieter. Oké, ik ga even de poll bekijken. Ik doe gewoon poll results in de chat en dan zien we. Het poll results. Oké, nou, wat het nu is, dan pakken we die. Ik kan altijd ook midden in de stream nog even switchen. Oké, ik ga even kijken welke auto moet pakken, want mijn stream mag lekker beslissen. Ik doe op RS6 gedrekt. Ja, BMW 4 votes, RS6 7, Volvo 3. Ja, dat is wel overduidelijk dan. Nou, helaas. Voor de mensen, ja. Anders, we switchen dan later nog wel naar een, welke is het tweede? BMW. Alleen BMW gaat gewoon veel minder hard. Dat is het probleem. Je zit achter een Brabus aan, hou je hem alleen maar bij met de RS6. Yeah, let's go. Rapper Shores. Deurtje door. Een voertuig pak je dan, de RS6. We pakken een RS6. Voor? We moeten even, hij wil iets sick. Maak zo, ik weet niet. Net ontmoeten, zo. Echt kut, die kleuren. Ja, had ik volgens mij al verteld, maar... Ja, klopt. Dat is echt... Heel naar. Iedereen die R6 kiest is een noob. Oei. Nou, dan gaan we meteen snel af naar Pimps. Oh, dit rijdt zoveel fijner dan zo'n Amarok. Rijdt echt vertrouwd. RS6. Ja, ja, ja. Oh, wacht, ik zal de lek weer halen. Andamora, Mati. Bijna. Bijna. Die staat hier nu te campen. Ja. Of te flitsen. Oh, shit. Wat zijn ja, ik kan nu andere kleur zijn. Oké, zal ik gewoon een standaard kleur doen? Of zou ik... Ja, geef erin. We over kunnen nemen. Ja, hoe is die? Zou ik gewoon een standaard kleur doen? Of zou ik mijn stream weer laten beslissen? Nou... Alleen dan ga ik de keuze roze eruit halen, want anders wordt die 100% roze. Hoogste donator wint. Ja. Was nou typisch stream / Jasmero? Ja, typisch stream... Nee. Maar ik zal nog wel een poll doen. Ja, kan leuk. Nee, weet je wat? Ik doe zeg maar een giveaway en degene die wint, die mag dan mag de kleur kiezen. Ja, dat maar. Ja, oké. Nee, jongens, oké. Dat is een leuk idee. Dan gaan we even een hele korte giveaway, want echt een minuutje doen. Ik ben echt van de giveaways de laatste toe geel. Ja, degene die wint, die mag bepalen. Even kijken, hoe heet dat? Nightbolt. Oké. Ah, oh, wat? Nightbolt werkt niet? Of wel? Oh, nee. Oh, hij werkt. Oké, login. Oké, kijk, dan doen we even monitor 1. Top chatter is gewoon streamen, girl. Sowieso. Dan gaan we naar giveaways. Mag iedereen meedoen? Doen we een woordje, doen we Pieter Post. Dus iedereen type even Pieter Post in de chat. Dan kan je meedoen.
Even snel Pieter Post in de chat. Dus ja. Het is gewoon puur even zodat je de kleur kan bepalen. Het is niet dat je nu echt binnenkant Nitro wint. Ik ga om 3 kies ik Remmen rollen dan. Ja, je moet zelf ook meedoen, hè? Stel je bent zelf, dat zou wel mooi zijn. Ja, je moet geabonneerd zijn. Als zo staat dat je niet geabonneerd bent, oh, dan kies ik gewoon de kleur tegenovergesteld van jouw kleur. Jens, de channel moderator. Hey, thanks for the subklopsie. Waarom zie ik zo vaak mijn naam daar staan? Nou, ik heb... ik heb als keyword voor de giveaway, heb ik Pieter Post gekund. Nou, om 16:03. Dus voor de mensen die nog niet bij doen, doe even gezellig mee. Pieter Post met krullen. Pieter Post. Pierer Post. Sowieso omdat je lelijk bent. Oei. Iemand zegt dat je lelijk bent, Pieter. Ik Jens. Zie het. Jens zegt ja. Oei, oei, Jens. Oei. Echt. Ja, daarna laat het vriendelijk houden. Oké, okay, nou, om 16:03 gaan we. Ik weet niet, kan ik dat hier zien? Oh, 5 seconden. Zo gaan we eruit als je niet weet wat er aan de hand is. Oké, okay, 3, 2, 1. Milo Jacobs. Oké, okay, nou, zeg maar een kleur. Had ik niet verwacht, want ik heb je nog nooit in de chat gezien, maar... Kies maar een kleur. Zullen we ook voor type auto zo doen? Nou, we hebben nu al de R6, dat kunnen we dan de volgende keer doen. Milo Jacobs, je moet even reageren, anders... krijg je 1 minuut, dus nog 30 seconden. Blauw. Blauw. Oké, okay, lichtblauw of donkerblauw? Blauw. Licht of donker? Je kan toch zien of iemand is gebeurd. Nou, als je het privé hebt staan, dan kan je dat niet zien. Gadverdomme, wanneer naar geel? Als je het weet. Oh, ja. Licht, oké. Okay. Nou, dan doen we licht. Nou, helaas, voor de rest. Maar we doen lichtblauw. Oké. Okay. Even kijken. Jullie mogen wel de buikkleur lichtblauw. Nou, we gaan eens zoeken. Denk deze dan, of niet? Oeh, en dan misschien een purslint erover of zo. Een andere blauwe als purslint. Of krijgen we er nog meer. Deze is ook wel lijp. Oeh, ja. Dit is eigenlijk wel gewoon lichtblauw. De echte lichtblauw als deze. Wat? Het is niet, dit is meer groen. Kijk, ik doe ja. Dan die deze. Ik denk juist geen purse, het moet ziek fel zijn. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, dit is wel een vette kleur. Ja, dat klopt. Very nice. Nou jongens, volgende stream mag iemand anders weer kiezen. Blue Diamond, ja ja. De L44 staat. L44, heeft u enige speciaties? Enig of rood. Dat zit. Oké, okay, dan mag jij de 07 aannemen. En dan mag je nog even rijden op een noodtop. En dan mag de 06 Martijn mag omschakelen naar een offroad. Ja, is goed. Oh, ik kom weer terug uit die port van ons. Ja, ik heb die geluiden. Die staan uit als je aan het streamen bent. Dus. Ah ja. Oh. Heb je microfoon staan? Heel dik. Dat is mijn meester. Maar deze kleur ook wel echt dik. Ja, klopt. Dat is met schenen aan.
kunnen ook nog de manier waarop die knip het aanpassen. En dan de achterkant. Ah, dat is wel nice. Nu ben je OVD. Ik ben geen OVD, ik ben opco. Ja, geen verrichter. Kan ik heel even Henk alleen spreken, Porto? 03 Henk? Ja, kan ik. Hey, ik ben ook gesleept. Waarom ben je gesleept? Ik heb je niet gesleept. What the fuck? Ik heb geen nog gesleept. Wat was er allemaal, weet je niet? Iets met een clip of zo. Oh. Is over de, die is even. Weet ik wat, even wat eten halen of zo. Of gewoon even ergens mee bezig. Ja, maar mijn vrienden in mijn hoofd vinden mijn kapsel weer lijp. Dus ik weet het niet. Ja. Ja, ik ben gewoon niet zo van de krullen. Dus aan mij moet je niet om positief als brief vragen. Ja, negatief mag ook hoor. Ik vind het helemaal prima. Nou, kijk. Ik, Ja, ik weet niet man, ik weet ook niet. En het is gewoon heel slecht te zien op één foto natuurlijk. Ja. Tering, de neer gaat hard. Ja, 370. Dat is mooi aan de RS6. Nee. Nog even twee hangen wachten en dan staat er 6. Moet er nu zijn. Ja, geef verricht. Zou ik de opkoven apart kunnen spreken? Oh, kan niet. Ja, heel snel. Ja, dat is goed. De 05? Ja, positief. Yo. Hey, even snel vragen. Ik heb onze uitdienstcollega Jolanda P. net geflitst met 425. Oeh. Ja, natuurlijk niet staande kunnen houden omdat die voorbij flitste. Wat kan ik hiermee? Ja, wat jij zelf wil. Als je de boetes wil uitschrijven, signalering, wat dan ook. Dat mag helemaal zelf beslissen wat jij... Nou ja, weet je, het is een collega, dus ik snap... Ja, daar wil ik op zich wel wat meer gunstig naar zijn. Maar 425 op de snelweg is wel gewoon gestoord. Mm-hmm. Ja, ja, moet je echt zelf bepalen. Ik ga daar ook geen uitspraak op doen over mijn stream. Dus, Okay. Nee, prima. Nee, ik denk ja, wat jij wil. Advies van iemand in de leiding op dit moment. Ja, dat is goed. Nee, is kijk goed, maar man. Gewoon wat jij fijn vindt. Waar jij, yes, is goed man, duidelijk. Jo. Uit. Uit. Jolanda is geflitst met 420. Echt? Wanneer? Net blijkbaar. Waar zie je dat? Nee, daarvoor werd ik apart gesleept. Oh. Dus ja. Het gaat lekker. Is Henk nou ook mentorleiding of niet? Yep. Ah. Even Jasper, stel haar. Ik heb redelijk stel haar. Niet helemaal, maar... Meneer wil het mesje verkopen aan mijn laatste melding. Laten we daar even kijken. Daar hebben we een goede auto hoor. Ik ga even bellen. Ah, ben jij al aan het bellen? Oké, iemand anders gaat er ook in. Hm? Ik heb hem afgevinkt. Ah. Als je belt, vinkt hij ook uit automatisch. Hè? Ah, wist ik niet. Of bericht sturen. Dat is nieuw. Hallo? Goeiedag met de politie, je had een melding gemaakt. Ja, ze rijden nu weg. In wat voor auto? Welke kant? Q8, zwarte, richting Blokkenpark, de rode garage. Richting de snelweg daar, zeg maar. Ja, zoiets. Er is nog crash aan, dus bij BP. Ze kwamen uit en zeiden, ben je een mesje van 30k? Oké, zie je hem nog rijden of niet? Nee, ik ben weggereden, vertrouwde ik. Oké, dankjewel. Dan ga ik even zoeken. Kan je Mark er zetten? Nee, ja. Bij 1911? Ja. En die persoon met een mes rijdt hij dus ergens rond de zwarte SQ7. Ik hoop dat hij hier zo even een Brabantsvol langs zien rijden. Weet je ook wie er geschoten heeft? Ja.
Kijk eens even Discord. Ik zal zo even kijken. Dat was mijn overval. Ik heb helemaal niet die melding gezien. Nee, ik heb alleen nu de gestaakmelding gezien. Ja. Je ziet net gestart en meteen gestaakt ofzo. Paardij. 425 op zelfs echt gestort. Dus we die 2 seconden geleden nog 375. Ja, maar ik krijg een dienst, hè. Dat is wel handig. En ja, ja, het blijft natuurlijk ook gewoon een spel. De Kamara aan de politie. Momenteel vlogen net een helikopter boven de gevangenis. Zouden jullie ook nog even een oogje in het cel willen houden? Sigaretje. Ja, dat is van hem. Gaat hij nog maar 350? Ja, omdat moet jij zo even alleen instappen en dan moet ik weer instappen en dan had hij bij 370. Dus oké. Okay. Ja, je snapt hem wel. Ja. Yo, Claire Hubers, welkom. Oh, het heeft een beetje laks gehad. Ja, een beetje inderdaad. Zo. Tokyo Drift, ja. Ja, zeg. Happetee, oh. Oh. Die ging niet door. Goh. Kijk. Auw. Oh, ah. Zo. Dat, die klapte binnen, ja. Oh. Ah. Zo. Zo, dat is nog onder controle hier. Ja, er vloog net zo'n wit-blauwe helikopter Maverick boven de gevangenis. Die heb ik verzocht het gebied te verlaten, dus wordt die met geweld de lucht uitgehaald. Ah, oké. Okay. Ja, ik knal hem zo de lucht uit, hoor. Ja. Maakt mij niet uit, maar... Dat weet ik dat je dat doet. Ja. Ja, daarom. Dus daar sta je hem bekend. Ik, ja, daarom. Ik wacht even hier, hoor. Ik laat hem terugkomen en dan is hij de lul. Ga je nog even. Ik wil binnen even gaan checken, want misschien. Kijk, ja, we gaan er een beetje mee. Ja, gaan we binnen checken? Ja. Met de taser. Ja, met je taser natuurlijk. Als jullie nou achter de deur gaan. Moet ik je een pistool geven? Nee, hoor. Als jullie achter de deur gaan, dan. Kan jij met spoed HRB richting gevangenis komen? Dus juist vloog een helikopter erboven. Ik weet niet of er iemand is uitgesprongen, maar ja, ik kom ook. Oké, Barry, achter de deur. Zodat jij vast kan omschalen. Gaan breachen. Jo, top. Happetij. Deze jongen, die komt zover namelijk. Welke kleur was de Maverick, zei je? Zwart. Wit-blauw. Oh. Is denk ik van Kenji de Q, ja, want ik weet dat Jasper de Q je hebt nog binnen zit. Nou, dan gaan we even binnenkijken. Maar daarachter kan ik zitten, of wel? Ik ga even door het raam zitten. Omdat ik bij de gevangenis aan het kleren ben, in verband met dat er misschien iemand gedropt is met een parachute. Als je even kan helpen. Maak je kenbaar! Van 1148 08 op mijn noodtop, positief. Honden mogen jongen. Kon niks zien. Kon niks zien, jongen.
Maar waar is iedereen? Waarom zijn ze allemaal... Moeten ze toch binnen juist kunnen? Meneer, jongen. Hey. Hallo. Wakker worden, jongen. Meneer. Meneer. Deze is dicht. Nou, dat ziet er best wel clear uit. Zo werkt de holscreen ook niet. Ja, holster. Is het een en ander aan de hand, maar ik heb niks mee. Is zit, hebben we dan onder controle. Is van niemand uitgewoond. Ik heb eigenlijk niks gehoord, hè? Nee, volgens mij is alles clear. Ze alles is clear. Ja. Over de... ja, alles is clear. Daar is mijn collega net geweest. Nou, top. Waar is mijn auto in? Ja. OVD aan de 1-2-3. Hij wou even een testritje maken met je RSS. Ja, echt? Hij is niet zo heel snel, man. 1-2-3 Henk de OVD aan willen nemen. Ik hoor hem niet. Ja, positie. Ik hoor niet. Let's go, hallo? Oh ja, nu wel. Hey, Jasper! Een ander roepnummer aan een evenement. Ik sta nog steeds niet in je topdonorlijst. Dat zijn grote zaken. Fix het even. Hoezo niet? Als je dat in 0-3 kan doen. Ik sta nog steeds. Ga ik doen. Moet je meer doneren? Dank je. Ik heb... Nee, ik hoor er gewoon tussen te staan. Maar dat wou ik net gaan doen, alleen tipje stream ligt eruit. Nou, hup, opschieten. Kom goed, kom goed. Hey! Kut Jasper. Snel, Harry. Achter ik hem maar. Maak ook. Hey, Robert. Hey, Pieter Post. Alles goed, jongen. Ja, goed met jou. Hey, jongen. Oh, nou, joejoe. Dat is handen wel, jongen. Ik wil nog jongen. Want ik zie een jongen. Waar moet ik een baan kiezen? Bij het UWV. Nou. Robert weer nageschoten. Hm? Heb je die eerste clip gezien van Robert? Dat hij... naschuit. Nee, je bent live, laat maar wacht. Laat maar. Ja, ja. Kijk zo meteen maar IC Muis of C Politie. Dan zie je daar een paar leuke clips. Ik zal eens kijken. 06. Even kijken naar mijn laatste melding. Ik ben eens ondertussen mee. Ja, hoor. Staat 6. Geef recht. Ik ben in achtervolging van een Sanchez bij Blokkenpark. Staat er zoiets. Ja, check. We hadden 60 aan het koppelen, dus gaan we af van die melding. Over de graag dat de 08 een ammo gaat pakken en ook daar gaat koppelen. Dus ik ga je een apart kort hebben. Nul zeven, zijn dan de laatste melding op je nemen? Zijn we op staat 1 eigenlijk? Geen flauw nemen. Moet de naam is net over de. Niet vechten, nee, nee, nee. Maar we moeten even naar AWB. Het is de clip van JJ. Zeg maar niet de foto, maar de clip. Die moet je even zo gaan kijken. Ja, is goed. Dus, ja, dan lach je wel. Ik heb 20 DM's en tags. Nou, voor mensen die me aan DM zijn, ik zou heel erg leuk. Ik hoop echt dat we het redden tot AMB. Jawel. Kan je misschien een marker erop zetten? Ja. Oh, ik ga nu al verkeerd, nice. Ah joh. Oh, ik ga het zelf ook aan de wapens. Hoorde je dat? Huh?
Ja, maar kunnen we eigenlijk niet horen. Dat weet ik, maar het is wel altijd leuk. Wapens. Je mag het zo hard mogelijk nemen, want als je iemand terugvalt, dan is het ook klaar. Moet ik het halen, hè? Goeiedag. Hey. Hey. Ik kom zo bij je terug, ja? Ik ga even gauw die auto. Ja, we hebben een rood knipperend lapje. Even kijken of ik eronder ga passen. Oh. Oh. Tesla. Kijk, topje, dankjewel. Dankjewel. Werk ze. Joejoe. Ja, het was een Tesla. Joe, chillen. Right, waar gaan we eens heen? Hoe laat ben ik begonnen met streamen? Dat zou ik voor je kijken. Dat zou top zijn, ja. Bijna 2 uur geleden, over 10 minuten 2 uur geleden. Over 10 minuten 2 uur geleden, ja, oké. Dan is het zo als tijd voor een andere auto? Nu al voor een andere auto? Ja, moet ik er dan zo even doordenken. Oh. 04, kijk, neem bij de laatste melding. Ga ik. Goeiedag. Goeiedag. Hey, kom maar even, stap even uit, kom maar even op de stoep staan alsjeblieft. Yes. Pieter, kan je deze toevallig even doen? Wat had hij gedaan? De rood? 2 keer de rood, ja. Meneer, ja. Heeft u een rijbewijs? Ja, ga ik ondertussen, ga ik gewoon nog een keer bij doen. Ja. Dan mogen jullie nu kiezen welke auto ik rijd. En ja, dan is het een beetje klaar. Niet terug, hebben we dan nog een andere keer weg. Even in het systeem kijken. Dat is wel een mooie undercover auto hoor. Ja, dat klopt. Oké, nou jongens. Zeg even. Ik wil 7 om eens uit. Ja, wat zou het woord zijn? Even want ik uit die moet, zou je misschien de overdekking kunnen uitnemen? Vernomen. Oh, zijn je porten staat nog open. Yo, topper, dan hebben we de staat 5. Zijn misschien op pluisje meteen kunnen meenemen, Thomas? Ik ga met hoor. Ja, vernomen. Oké, okay. Top. Nou, iedereen, pizza in de chat, dan doe je mee. Meneer, u gaat wel 2% malen krijgen pizza. Voor de rode lichten. Ja. En als je vaak actief bent, heb je 3 keer kans. Dat vind ik wel. Ja, ik had haast. Mogen jullie de type auto wat we gaan pakken? Moest naar werk, kiezen tussen de BMW, Volvo en de RS6. Als ik nog langer zou wachten, zou het een beetje duur zijn voor mij. Dan zou ik het niet kunnen betalen. Oké, we gaan bij 26 gaan we gewoon rollen. Nee, bij 27. Dus zet even allemaal pizza in de chat. Gewoon pizza. Nee, niet pizza post. Spam heeft geen zin, want volgens mij word je dan automatisch uitgeschreven. Wat kan je winnen? Je mag even beslissen welke auto ik ga pakken. Dus eigenlijk niet. Het is gewoon even korte. Ja, niet eens een keer vanwege, gewoon even tussendoor. Om 27, dus hoe lang hebben we nog? Ah, 30 minuten. Dus doe even mee. Jaden, jongen. Ik denk dat het tijd is voor
Nou, zou ik gewoon gaan rollen? Nou, wachten we. Ja. Even pizza in de chat, jongens. Even. Gewoon lekker pizza. Pizza, pizza. Daar ben ik weer. Ik kwam even wel tussendoor, hoor. Wat sorry. Ook. 36 likes. Lekker, jongens. Ik ben de 40 aan. Ja, je gaat wel 2% verbalen krijgen voor de rode licht. Dus dat is dan... Wat betekent dat? Nou, nog 10 seconden. Boete. Zo kan je niet zijn. En dat is nummer 2. Dan heeft u hier uw rijbewijs terug. Mag u weg gaan volgen. Zou ik zeggen, rij voorzichtig. Dan wens ik u nog fijne dag. Walid! Doei doei. Jij mag het beslissen. Dus zeg het maar. Yo, oké, ik ben even de... Ik ga even een nieuwe auto pakken, denk ik. Zeg maar in de chat welke auto je wil volgen. De BMW, oké. Okay. Nou, top. De BMW. Andere Mark bedoel je? Yep, we gaan de BMW pakken. Zeg maar. Wat? Daar ben jij. Oké, duidelijk. Nou, top. Dan gaan we meteen even zo. Willen jullie nog een kleur of iets? Hij is nu wit uit mijn hoofd. Kan je ook in het porto systeem dan de BMW kiezen? Ook al werkt het volgens mij. Ja. Ga ik nog een half uurtje, denk ik. Al mooie bureaublad, ja. Ik ga ook denk ik ongeveer nog zo lang. Ja, top. Gewoon glanszwart. Roze. Ja, spam even een kleur. Even legergroen. Tuurlijk rijd ik weer verkeerd. Ik kan er best over komen. Dat zeker. Het is vooral zwart. Mat zwart. Dan de vraag, welke kleur gaat die worden? Meestal, ik zie vooral zwart. Aha. Maar hij is nu wit, dat weet ik wel voor mij. BMW, BMW. Ja, wat is hij nu? Maar deze valt zo hard op die Nederlandse kentekenplaten. Ja, daarom. En hij stuurt op zich wel goed. Ja. Alleen deze moet je ook kunnen rijden bij de training. Ja, dat geloof ik graag. Alleen hier heb ik echt lang niet ingereden. Doe wel gewoon zwart. Ik zie vooral zwart. Maar stel, je bent bijvoorbeeld brigadier en je bent een unmarked trainer. Mag je dan wel in de unmarked RSS of niet? Ja. Oké. Okay. Ja, je ziet kansen hoor. Ja, ik wil wel een markt trainer worden, ja. Maar dan moet ik nog even een paar promotierondes wachten. Ik moet eerst nog mijn vuurwapen halen. Dan moet je even geen neventaak halen. Ja, ik heb zo'n zin mensen... voor Clu. Ja, Clu valt nog wel bij. Ik ga vooral mensen kiezen die geen neventaak hebben. Dan snap ik, die hebben meer tijd. Ja, precies. En die hebben eigenlijk ook niks te doen dan. Ja. Gil, dan wat kent ik nu op? Dat is op zich wel goed. Kijk, ik ga even kijken, eerst bij Gil. En dan maar stel, ik word een markttrainer bijvoorbeeld en daarna krijg ik neefstaak. Ja, dat zou prima kunnen. Oké, ik heb een nieuwe kleur. Gil. Nu valt kenteken niet op. Dat is waar. Ja, trouwens, het is echt wel heel erg. Hè. Je kunnen we eigenlijk niet rondrijden. Gaat er gewoon zwart. Velgeld, nee, dat mag volgens mij ook niet. Wel zwart, weet je wel. Oh, groot. Jij hebt ook gewonnen. Boom. Oh. Nou, even lekker zwart. Nou, mooie standaard kleur. Ja, dat wel. Ik kan nog een slash trunk doen en gaat dat bord naar beneden. Welk bord? Kijk maar naar voren. Voor jouw hoofd. Oh, what the fuck? Stop hoor. Maar misschien gaan we ook de ramen donker maken, even kijken. Ik hoop het. Is het echt op zich afschuwelijk? Ja, was echt. Heel erg. Ik heb één seconde. Ja, motor heb ik al gedaan. Dan wil ik.
daarna wil ik Zulu, daarna pas Sif. Sif lijkt me echt heel kut. Daar ben ik al mee eens, het. Oh, wat? Dat zoeklicht werkt? Oh, kijk, dat zoeklicht werkt. Zie je dat er? Oh, ik hoor heel veel geluid. Oh ja, ik zie het nu ook, ja. Dat werkt, dat is wel leuk. Oké, Een geluid, joh. Ja, we kunnen hem helemaal zwart maken. Oeh, die ramen. Ja, ik het net zie de lampen niet meer, dat is het probleem aan de achterkant. 1260 status 0 met een koppelverzoek aan de 2103. What the fuck? Welkom in dienst, 1260 koppelverzoek geaccepteerd. Ja, jullie mogen rijden op de 2107 met voor het begin een noodhulpvoertuig. Is vernomen. Nails, kunnen we die? Oh, we kunnen volgens mij Nails. Ja, die kentekens, dat is sowieso om wheels kunnen we ook nog aanpassen. Lekker Ferrari velgen eronder. Dat zijn mooie velgen. Deze. Oeh. Deze zijn als die. Nou, maar het is zo zonder die kentekens. Ja. Het is geen kleur, maar een tint. Oei. Als er iemand doet testen in de auto van je landen. Zo reed hij heel hard. Oei. Oei, oei, oei. Zeg, het is wel lijf, alleen ja, het is zo kut. Staat er 6. Je ziet die lampen niet meer. Alleen aan de voorkant. Geef verricht. Ik ben in achtervolging van een scooter bij Blokkenpark, maar hij veroorzaakt nog veel chaos, want hij wordt gevolgd door een auto of 10. Ja, vernomen. Ik geef jou even een koppo prio. Kunnen de 2104 en de... Even kijken... De 01 ook op? De 2102... Oh. Nee, negatief. Niet de 2102. De 2108. Kunnen jullie koppelen? Oef. Volgens mij werkt die porter werkt niet bij ons. Daar worden we ook nergens aan gekoppeld. Ik ben nog aan geen één melding gekoppeld. Ja, we staan wel. Maar alleen de namen kloppen al niet. Wacht, ik ga die even goed in. Zo. Het is wel een nice kleur toch? De kenteken eraf halen, nee, kan niet bij deze auto. Kom dat maar. Dat was snel. Oh, voor mij staan ze hier. Ik vind jou nooit meer, dit is one of a lifetime. Nou, dan rij je mee naar HB en wacht je even buiten. Is goed. Is goed, is goed. Dat zullen we doen. Hey chef, reis door. Easy nummer man. Oh, ik heb geholpen. Graag gedaan hè, zou ik volgende keer ook nog een keer doen. Hij gaat toch door rijden? Graag gedaan. Ik zal jullie volgende keer ook helpen. Ja, hij heeft geholpen. Die rode Giro. Maar ik ga wel weg, maar ja, graag gedaan voor de hulp. Hé, hey, dankjewel. Wel. Ja, zal ik volgende keer ook... Meneer, die klinkt als Inok. Geen probleem. Joe. Oh. Hey, hoor eens, Seth. Uiteindelijk. Liefde signalering, volgens mij. Wacht. Kan je kijken? De persoon heeft af naar functie. Ja, maar hij heeft van de politie. Dus ga er echt aan. Gassen maar, laten doen we dat. Alle FUPA bedragen naar eenheden mogen naar de noodknop. Zij heeft signalering voor personen. Denk om je eigen veiligheid. Jammer, zij doet graag en heeft 50 kan los dat gaat. Gezocht. Mm-hmm. Zullen we daar even op letten, alleen ja, de levens zijn niet belangrijk. Geef me recht. Ja, bij de noodknop wordt er zojuist geschoten op collega's.
vernomen, ik heb al de eenheden aangestuurd. Is er momenteel een voertuig bekend waarmee geschoten is? En ook een MK7. Ja, dat is vernomen. Een MK7. Een MK7 heeft geschoten bij de noodgang. Als we zien we langs rijden, dan weten we. Ja, gewoon erop inrag, net zoals met die mini-AK. Ja, dat ging gewoon op ongeluk natuurlijk. Ja, precies wat hij het was. Dat was een flinke. Flinke klapper. Ja, dat was een flinke. De 06 staat is 5, fijne middag. Oh. Nou, hier maar even zwart rijden. Jammer dat we niks tegen hebben. Kan je hem proberen te blokken? Oh, oh ja, shit, prima. Wacht. Ik heb nu heel snel brood nodig. Heb je dat toevallig? Ja. Oké. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Anders lag ik hier straks. Yo man, Jasper. Yo. Jasper, uit het zicht man. Gaat om een witte Efficat. Nee, gaat om een witte shirt aan. En om een zwarte MK7. Gaat staan okay, dus 5. Duidelijk, dan ga ik even zoeken. Yo, schenk ja, richting de Venta. Dankjewel voor je dienst. Richting de Venta, oké. Ze zijn waarschijnlijk richting Westpost gegaan. Mhm, dan gaan we daarheen. Yo, Rick, welkom. Ik ben er weer van. Oh, yo, ben er weer. Ik nog veel gemist. Nee, eigenlijk weinig. Maar welkom terug, Alan Mulder. Heb je deze auto niet gepakt? Een andere markt dan de RS6 voor veranderen? Appelplukkers. Dus we hebben wat boetes gegeven voor foutparkeren. Taxi! We zijn geen taxi. Taxi! We zijn alles behalve een taxi. Taxi, ja. Ik had een taxi besteld. Nee. Stap maar in, ja. Ben je geen taxi? Oh, laten we zo instappen. Nee, maar dan breng je ze meteen naar B. Wil je ons brengen? Ben je geen taxi? Goeiedag. Oh, laat het zien. Aangenaam, jongen. Aangenaam. Goed. Ze zijn bommen aan het uitschieten. Zijn we bommen aan het uitdelen? Denk het wel. Shit, dan moeten we dekking zoeken. Ja, ze stoppen, stop met slaan, stoppen met slaan. Lekker vallen. Stoppen met slaan. Wat gebeurt hier? Nee, is goed. Goed zo. Gaat goed. Zorg je nou voor mijn collega, jongen. Nee, dat was ik niet. Ik werd niet geslagen. Hij sloeg ons, maar toen viel hij om. Waarom slaan jullie elkaar? Weet niet. Wij willen ze. We hadden even een ruzie, want hij belde ook een taxi en ik ook, maar nu is hij opgelost. Box-influencer. Kent u dat? Er wordt altijd live gezonden en we gingen oefenen. Nee, dat is niet meer op straat, meneer. Oh, het spijt me. Kun je dat dan hier in de greppel doen? Thuis op de bank doen. Nee, lekker thuis op de bank. 21.05 staat 5. Ja, dat is wel andere dingen hoor. Ja, maar, vernomen, dankjewel voor je dienst en tot ziens. Wij gaan er even door. Ja, wij ja, ook. Houdoe. Dag, groeten. Ja, dan gaan ze weer hoor.
Ricky. Ja, gezellig hier. Met de Kate. Ja. Ik ga even naar boven, hoor. Ja, dat snap ik. Je moet wel die hebben, hoor. Succes met appel plukken. Yo. Die kar daar gaat dood. Oh. Nee, dat was niet. Ik stap snel in, want ja, mijn stream en zo. Nou ja, ik ga er eigenlijk even eentje neerhoeken. Is ze nu weer elkaar gaan staan? Ja. Of. Ja, nu is het echt klaar, jongens. Wat is er, meneer? Beuging, moet je mee? Laat ze maar, Pieter, laat ze maar, Pieter. Daar gaan we even niet heen. Hij is een beetje bang, hij rent er vandoor. Wacht, weet je wat we doen? We nemen deze man mee, zetten hem verder af. Dan zien ze elkaar een tijdje niet meer. Ja, dus we moeten gewoon een taxi bellen. Straks echt eentje neer op de grond. Nou ja, ze zitten duidelijk elkaar te slaan, dus ik zou eigenlijk kunnen uitgeschoten. Ik denk dat we die auto's niet meer gaan vinden van de schietmelding. Wat zeg je? Ik denk niet dat we die auto's nog gaan vinden van de schietmelding. Nee, denk ik niet. Of mijn longbank misschien. Maar dat is gaaf, de kans ook vrij klein gaan nu. Commissaris, voor OVD. Gaat u graag of je OVD wil zijn. Ben jij beschikbaar voor de laatste melding? Okay, mag jij je aanrijden? Dat geldt ook voor melding 884. Even luisteren. Als ik het goed heb. Okay. Wat zei je? Negatief, dat heb ik. Even hier kijken. Je mag gewoon naar de laatste melding. Ja. Niks. Maar rustig hier, of niet? Ik parkeer hem hier. Net als je ziet, sowieso. Moet je wel niet uitstappen, hè? Nee. Goeiedag. Hey Rano. Ja. Hey. Hi. Ik heb geen idee wie er tegen me praat, maar ik zeg hallo. Oh. Pieter Post. Oh, hi. Ik ging naar dat kenteken kijken. Ik denk, what the fuck, dit is gaaf. Ja, dat is een nieuwe auto. Dit is echt gaaf. Wow. Ja. Kun je er ook in? Een nieuw bakkie. Helaas niet, Julian Dekio, ja. Ik ben helemaal geen gekeerd in de haar en jullie hadden dat kiel, ja. Wat je dan? Ja. Dat kiel. Sorry dat ik je niet herkende, maar ik ben niet zo goed in stemmen. Geef me. Pieter Post, die brengt altijd de post erop. Klopt. Ja, wie zit er naast hem? Ja, dat is een vriend van me, maar we zijn beide uit dienst. En dan rij je in deze auto. Tuurlijk. Stop. Echt een mooie auto. Doe een raampje open dan, ik wil eens even kijken of jullie uit dienst zijn. Wil jij eens kijken of wij uit dienst zijn? Ja, ik hoor in principe wie erin zit. Ik vertrouw er geen reet van. Je mag nou wel zwarte ramen hebben, maar dat wil niet zeggen dat je onherkenbaar bent. Waarom zijn jullie zo wantrouwig? Ja, inderdaad. Wij staan hier gewoon rustig van het weer. Dat er een. Dat er een geel plaatje op. Ja, je bent van het weer aan het genieten en je zit in een auto, precies. Daarom spreek jezelf nou tegen. Hoezo? Je kan toch prima. We hebben toch ramen of. Nee, echt waar? Heb je ramen? Ja. Kun je beter achter gaan staan? Wist je dat je in een auto meer dan 4 ramen hebt? Meneer, zulke ramen mogen toch niet zo donker getint zijn? Ik ga even de politie bellen hiervoor. Ja, deze ramen. Een verstandig idee. Hey, ciao! Wat is er met kenteken? Nou, kijk, dat is een NL-kenteken, dat is toch gaaf? Ja. Wie is dit? Pieter Post. Met ja. Kameraad. Ja. Met Jasper. Uit. Ik vind de auto ook echt super. Ja, dat is een mooi ding. Ja, echt. Dominique, ga ik die voor jou voor mijn verjaardag? Ga ik die voor jou voor mijn verjaardag? Als je me op je verlanglijst zet, dan wel. Geintje, jongen.
Maar ik kan het krijgen hoor. Nee, maar moet je wel even uitstappen, neem ik hem wel mee. Nee. Dat is Dominique Jongers als ex-BSB. Ja, Pieter Post. Ik kan je gewoon horen, Jos Stumpert. Wat zei ik dan? Wat zei ik dan? Je zei dat is Dominique Jongers, jongen. Ik kan je toch horen, joh. Ja, wat zei ik daarna dan? Ja, dat heb ik weer niet gehoord, want jullie zitten te snoepen. Dacht ik ja. Misschien moet je iets meer je mond houden, iets meer aftrekken. Nou, wat is dit? Hey, wij doen eruit. Het is een Dex. Oh, er zitten twee mensen Dek in. Dek ouwe Pieter. Ja, Pieter Post zit erin. Pieter Post. En Jasper. En Jasper. Hoorde ik net. Hoorde je net? Is dat nou Jan? Hoe kan je dat nou horen? Er zit in de auto met de deuren en de ramen dicht. Meneer zei dat Jasper heette. Hoe hoor je dat dan? Die ramen zijn dicht. Ja, lekker met jou? Ja, had je tegen mij tijd, hè? Nee, ik had de Grano, die loopt te schreeuwen daar. Die liep helemaal niet te schreeuwen. Oh. Oh, zo. Die is helemaal fan van Pieter Post. Nou. Maar wie niet? Wie niet? Hij is toch gewoon relaxed? Ja. Oh, daar hebben we Ian. En dat is nog Ibuis, Waggy. Nee, man. Dit is een nieuwe BMW 335i. Dat moet je even achterop lezen, hè? Een 335, zeg je dan. Ja. De Pieter Post, ben je er in die rijdt? Nee, zeker. Je bent... Ah, ik ben de enige die erin zit. Hij rijdt niet. Ah, oké. Is deze auto nu? Ja, omdat Pieter Post gedemoed is, mag hij nog niet in deze auto rijden, dus. Oei. En dat jij gedemoed bent van BSB naar burger, mag je ook zeker niks meer. Zeker niet. Huh, was dat? Hoe weet je dat hij daar is? Of was? Was hij dan? Nou, hij heeft het tegen mij verteld. Nou, ik ken jou niet, maat. Ken je mij niet? Nee, gelukkig ken je mij wel, dus vertel. Dominique Jonkers? Ja, doe maar. Of je andere naam? Het is Dominique LaForce. Oh, LaForce ondertussen? Ja. Yeah. En nou heet ik Henk Gehaktbal. Henk Gehaktbal, oké. Ja, onthoud dat goed. Heb je nog zo nog vaker nodig hebben. Is dat een bedreiging? Een belofte. Nee. Ik wou niet zeggen, dat is een erewoord aan je maat. Ja, dat is een geduikje aan. Doe toch eens niet zo opstandig, Dominique. Erewoord, maat. Door zijn masker. Dominique ook. Oh, daar is de IBA-hash, we gaan even kijken. Ja, we gaan even de IBA-hash mee afvallen. 2107 komt uit van de OVD. Geen vreugd. Zeg, Wolla? Dat is een hele mooie toegang naar Mathie. Neem eens even de 2103 aan. Yes, zijn we bezig. Neem eens even de 2103 aan. En anders? En anders dood eraf. Ja. 2108 komt uit van de OVD. Ja, geen probleem. Zou jij de 2105 willen aannemen? Nou, ik ga maar eens naar B denk. Ik ga maar eens de stad uit. Er is echt goed, niks jongen. Te doen. Ik heb eigenlijk ook geen zin meer, maar... Ja, dan ga ik van een beetje uit die chillen. Mhm. Ja, ik ga lekker uit. Oh, rustig meneer BMW. Die dingen gaan niet open. Ja, let op hè. Klap ze in je handen. 3, 2, 1. Oh, is je... Happatee! Dankjewel, man! Graag gedaan! Pieter, jongen, lul! Ik zal niet zeggen, een stuur. Pieter, rustig aan bij. Ik durf dat niet te zeggen. Dat is OVD, die kan je neerrijden. Dat is Thomas Evans, ene rijdt. Oh. Kijk uit, hoor. Zo. Happatee. Moet ik ons status 5 melden? Ja, als je wil. Beide 2101 gaan status 5. Fijne avond iedereen. Ja, dank u wel voor jullie dienst, heren. Zo. Nou, bij deze. Het einde van de stream is ook weer hier. Thanks voor het kijken, iedereen. Hopelijk tot de volgende stream. Er is eigenlijk bijna niks gebeurd, dus dat was wel een beetje jammer. Maar ja, alsnog, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende. Joejoe. All this dream of thoughts spilling off my notebook.
They don't make the same type anymore. All my homies got problems and we self-medicate. What'd you do today? I stared at my phone for hours since the city's rock bottom. It was one upstairs, I know. They can't take our gold fronts away. Let them shine. They can't take our gold fronts away. Up days in a month. I got plans that are all piled up. And I think this year had a personal vendetta. It's always 2031. We self-medicate. What you do today? I lay here for hours and hours. Is the city's fucked? Why don't we twist my lobster's out? Take my gold fronts. They can't take these white cups that I just pulled up. They can't take these gold teeth. They can't take this gold leaf that I just rolled up. They can't take my gold blunt. Can't take my bullet holes up. Can't take my close up. They can't break my holes up. They can't break these shoulders and make my quota. And I'm the one they take their notes from. The one they try to take their flow from. And if they drip, then I'm the one that it all flows from. Silence up the lamb. Don't wake this gold up. They can't take the same road up. They can't take when I roll up with both my doughs up. They can't take all these chokers. The gold one, the yellow gold, white gold, nor the rose one. Can't break all these boulders. I broke up. New one make me hate my old one. New bay ate my soul up. Type of shit make me fold up. But I'm still ho-hum. I just can't take it slow, huh? I just can't fake it, no front. It's me and Fouché. They just can't take this cold front. They just can't take my gold fronts. And this is golden. I'm like, hold up. No one can't take my gold fronts away. No one can't take my gold fronts away.